Ja, volgens mij is dit hem. Ik denk dat we er zijn. Rijn, ik denk dat we hem iets langer hebben. Die van jou, die doet het inmiddels. Je ziet hem ook blauw, zie je? Ja. Welkom op HBS deze middag. Daar zijn we. Als het goed is zijn we in de lucht. Ja, we zijn live. Rijn, we zijn begonnen. We zijn begonnen en wie is de derde bal van de over voor vier? We spelen vandaag 25 overs op het zonnige HBS Kraaihout. En Excelsior heeft de TOS gewonnen. Speelt vandaag in het geel-zwart. En Tom Hegelman heeft vanaf de borstjes van Pekzijde de bolerij geopend. Ries en Tobias Vizee voor HBS in het midden. We hebben de camerapositie iets veranderd. Hij is vol de lucht ingegaan. En volgens mij kunt u thuis prima beelden zien. Prachtige bal van Tom Hegelman. We krijgen zo weer een gastcommentator. Het is de voorzitter slash oud international, oud eerste helftenspeler van Excelsior 20. Luc van Troost, die gaat ons zo vergezellen. Ook voorzitter. Hè? Voorzitter van Excelsior, oud aanvoerder Nederlands team. Spelende zoons. Twee toch, volgens mij? Ja, als het goed is. Stan? Twee of Stan vandaag meedoet. Echte familieclub ook. Zeker. Excelsior. Twee jongens cruisen. Oh, en daar is het eerste wicket, denk ik. Rechte lucht in de covers in. En een snel wicket voor Excelsior. De stewards zijn ook gearriveerd. Ik zie Bart Vizee, Joop Westdijk, Thomas Swenke en Steen Vizee. Die zorgen er in ieder geval voor dat het allemaal weer in veilige banen wordt geleid op het complex van HBS. Dus een niet zo sterke start, Rijn, van onze jongens. Nee, niet zo sterke start. Iets geforceerd. Ja, en je weet Excelsior, knetterdegelijk. Bolenlijn en lengte. Zeker Tom Hegelman. Terug van een blessure, overigens. Die had een hamstringblessure, lichte hamstringblessure. Niet gescheurd, maar die was blij dat hij weer het veld in mocht vandaag. Eerste officiële wedstrijd. Wat is toch altijd de kracht van Excelsior 20, Rijn? Ze bulken nooit van extreem veel talent, maar ze hebben... Volgens mij heeft het iets met de wedstrijdhouding te maken. Of... Ja, daar zit, ze zijn mentaal gewoon... mijn ervaring is, ze zijn mentaal heel erg sterk. En ze gaan er altijd met z'n allen voor. Vanaf bal 1 tot het einde. Hebben eigenlijk ook altijd wel... Ja, gewoon sterke coaches gehad. Niet alleen die qua coachend, maar qua spelend ook wel... Op moeilijke momenten beslissend zijn. Dan kan je als jongere speler ook prachtig aan optrekken. En ze doen gewoon de simpele dingen goed. Er zit geen poespas, geen rare fratsen. Ze doen gewoon hun basis heel erg goed. En ik vind dat Excelsior ook altijd iedereen binnen zijn beperkingen gewoon heeft leren spelen. Oeh, en ze spelen hard. Hij had een hamstringblessure en dit ziet er niet goed uit, denk ik. Nee. Want... Ik denk dat dit einde verhaal is. Als je een hamstringblessure hebt gehad en hij pakt nu weer zijn hamstring. Denk ik einde verhaal. Ja, maar... en voor een bowler is dat toch een kwetsbare plek. En koud, de hele dag zitten wachten. En dan mag je nu gaan proberen. Ja, zie je, hij is echt teleurgesteld. Dus dit ziet er niet goed uit voor Tom. Hij had er zin in. Ik sprak hem voor de wedstrijd nog even en hij had gewoon weer zin om te gaan cricketen. Hij moet wel uitkijken dat hij niet zichzelf nu nog verder blesseert door nu te gaan forceren en hem straks gaat afscheuren. Ja, ja. Het seizoen is nog lang, maar hij wil graag spelen. Wat je zegt, die winnaarsmentaliteit. Zeker. Die blijkt nu wel weer, ze hebben. En weet je, ze zijn natuurlijk in de afgelopen, 15, 20 jaar ontzettend vaak kampioen geworden. Dus ze weten ook wat het is om daar te komen. Ja. Ze weten wat ze ervoor moeten laten en wat ze ervoor moeten doen. En dat is wordt de bal buiten de... Of, ja, en als je dan ook nog een blessure hebt, moet je ook nog een extra bal bowlen. Daar wordt het ook niet makkelijker van. Ja, in jouw tijd ook altijd. Altijd kampioen volgens altijd mij, goed. Toch? Altijd goed. En veel eigen jongens, de familie. Ja, en ze hebben natuurlijk een tijd lang hebben ze coaches uit de West-Indies gehad. Carville Charles, Rupert Gomes, Emerson Trotman. Daarvoor ook nog even Tony Opata. En ze zijn op een gegeven moment overgegaan op Australische coaches. Zoer, en die hebben er Murray Goodwin, Zimbabwe ook wel. Maar die brachten er echt wel pit in. Hè? Ja. En dat was gewoon, ik heb eens begrepen, Karel Scheven vertelde dat. Op vrijdagavond analyseerden ze gewoon de tegenstander. Waar zit hun kracht? Waar zitten hun zwaktes? Moeten we tegen ze praten? Waar moeten we bowlen? Ze wisten van... Iedereen van de tegenpartij wat ze moesten doen.
En zo bereiden ze zich elke vrijdag voor. Ja, en dit is ook misschien wel typerend nu, dat ze beginnen met een spinbowler. Ja. Op Tobias. Niet verrassend. Volgens mij heeft Ingram, de coach, volgens mij hij woonde ook een tijdje in Groningen. Ja, volgens mij heeft hij een Nederlandse vrouw. Ja. Maar die begint altijd op Tobias. En dat is, ja, weet je, ze hebben Tobias in het kader van een beetje uitgedacht. Tobias houdt van pace. En Excelsior, met de keuze van de spinbowler aan de start, zijn ze de afgelopen jaren wel succesvol geweest om het wicket van Tobias te pakken. Ja, maar laat het nu een keer niet zo zijn. Nee, laat het niet zo zijn. En nou ja, we hebben één voordeel. Het is een 25 over wedstrijd. En dat is volgens mij, komt dat in de buurt van de kracht van Tobias. Ja, zeker T20. Weten. Navjit aan strijken of is het Tayo? Volgens mij is het Tayo Wolburg. Ja, die heb ik eergisteren ook veelvuldig door elkaar gehaald, heb ik begrepen. Nee, het is zeker weten Tayo. Ja, ik zie Navjit ook aan de zijkant zitten. We spelen met dezelfde elf als afgelopen zaterdag. Ja, wat een waanzinnige wedstrijd was dat. Ja, ja. Voor de neutrale kijker was het een spectaculaire wedstrijd met een Dubbel gevoel, denk ik, toch? Voor HBS. Ja, ja, dubbel gevoel. Achteraf. Ja, voor beide. Ik denk voor beide. Ja, HCC, wij dachten op een gegeven moment dat HCC echt die pot met gemak binnen zou tikken. En toch kantelde dat met een, ja, weet je, een gemiste vang in de ene laatste over. Hier de Overdijk. Ja. En ja, ik fantastische over van laatste over van Ryan Klein. Zuur. Dus zuur dat dat op de laatste bal nog beslist werd. En het was een beetje dat gevoel van, hebben we nou, Rogier Schildkamp, de manager, zei het ook. Met welk gevoel ga je dan, kom je dan eigenlijk het veld? We hebben nou wel gewonnen, niet gewonnen. Dat, het is een beetje gemengde gevoelens, om het zo te zeggen. Hij bolt zich redelijk langzaam, hè? Ja, hij geeft de bal. Als je dat vergelijkt met Julian de Meij, Fief, dan zie je die bolt hem veel strakker. Veel meer en flight. En Ingram geeft hem meer flight. Bolde deze middel aan lek. Weer ook veel flight. Mooi recht naar de middle boundary die er staat. We moeten wel een beetje helpen met de spelers van Excelsior. Rens van Troost. Dat is staat Rens daar. Van Troost. Dus op middon, volgens mij, Omar Beker. We hebben nog een deskundige naast ons staan. Sjoerd kent altijd iedereen, dus dat helpt. Tom Hegeman op midwicket. Prachtige drive. En een singeltje. Ja, het was een kleine hapering, maar uiteindelijk toch eenvoudig binnen. Volgens mij is meneer Ingram wel op leeftijd. Al oogt hij wel heel fit. Zeker. Volgens mij is hij 42 of zo, denk ik. Tim Edman in de covers. Bart Kroeze daarnaast. Backward point. Ja, ik denk dat Stan van Troost. Die zet slips. Tobias maakt de ruimte. En dat is Stan van Troost. Stan keepte vorig jaar. Stan keepte vorig jaar nog. Toen was Roel Verhagen, de wicketkeeper, geblesseerd. Maar die staat nu weer achter de palen. Had vorige wedstrijd volgens mij bij Punja prachtig gevangen. Vlak achter het wicket. Tobias maakt weer ruimte. Wat is nu een Van Troost snel bij de bal en slechts een 1. We hadden het over een par score tegen HCC. Nou, ja. Dat was 183 bleek redelijk par te zijn. Ja. Maar wat is nu met 25 overs, nat veld, ja, moeilijke omstandigheden. Wat is nu par, denk jij? 150? Of zit ik dan te hoog? Nee, ja. Ik denk ook tegen Excelsior dat je er 175 moet maken. 7 over. Ja. De stand is op dit moment 8. Hij bolt wel zijn tweede over, Rijn. Ja. Dus ja. En hij gaat hoog, maar hoog, ik denk dat hij niet... Heel hoog. Denk, 1 stuit of een 6? 4 runs over het hoofd. En dat brengt de stand op... toch een 6, Rijn. Toch een 6. 14. Tobias, 14 voor 1 in de derde over. 1 bal gehad. Tom Hegeman. Wij dachten dat hij zou afhaken in zijn eerste over. Want hij greep naar zijn hamstring. Maar misschien toch wat lichte stijfheid. En dat nu verholpen is. Voor de kijkers, er staat een... Hij bolt niet voluit, heb ik het idee. Midwicket boundary en een fine leg boundary. En dat is dan een eentje. Goed van Tobias.
Hij timed hem niet helemaal goed volgens mij, die 6, toch? Nee, je hoorde het ook. Alsof ik had toch dat hij ergens onderop kwam. En dat hoorde je ook. Het was niet het, hoe noem je dat, de aangename klank van het midden op je bed krijgen. Volgens mij is nu hun overseas is nummer 5. Dat is meneer Stubbs. Stubbs. Die heeft net als onze coach een Nederlands paspoort. Spelen dus die allebei bij Western Province? Oh nee, spelen tegen elkaar. Ryan speelt bij Western Province en Stubbs speelt bij een andere provincie in Zuid-Afrika. Prachtig schot. Prachtig van iets inside Tyo. Out. Goed gefield ook. Volgens mij is dat ook wel een kracht van het Excelsior. Dat ze altijd goed goede fielding side hebben. Goede fielders. En het viel me op in de voorgaande wedstrijden. En in het verleden was Excelsior viel niet altijd aan. Maar ook in de wedstrijd tegen Punjab. De eerste slip heeft er, ik denk, bijna de hele wedstrijd daar gestaan. Oké. Dus ze durven ook aan te vallen. En de gully staat er ook vaak. Ja, en hun bowlers zijn gewoon knetter gedisciplineerd. Ze bowlen vaak weinig extra's. En eigenlijk gewoon, ja, wat ik zei, basis, lijn en lengte buiten de opstoep. Ja, dus ze laten de batsman een fout maken. Ja, dat is helemaal waar. Dat is precies wat je zegt. Taco, dit... Oeh, dat is uit. Nee, hij laat hem vallen. En dat was een bijzondere positie. Umar Baker staat eigenlijk ietsje buiten de cirkel op een soort... Ja, een beetje half derde man, wel fly, niet. Fly gully-achtig iets. Ja, wat, nou ja, het is een vierde slip buiten de cirkel. Op het randje van de cirkel. Hij gaat nu weer terug naar derde man. Daar was over nagedacht. Ja, en... Dat is het was een beetje niemandsland. Ik zat net te kijken, wat doet hij daar? Maar prompt dat je zag dat Tobias hem daar naartoe speelde. Dat was niet moeilijk, van. Nee. En daar gaat hij weer. En daar gaat hij weer heen. Een single. Ik wilde net zeggen, Taco, er staan natuurlijk nu, je ziet in de discipline van Excelsior, 6 man aan de offside. En 3 aan lek. En 3 aan lek, waarvan de midon in de cirkel en de square boundary, overigens niet helemaal de plek waar Tobias gevangen ging tegen HCC, dat was iets verder naar achter. Volgens mij tegen HCC werd hij ook gemist. En 2 ballen later werd hij alsnog uitgevangen. Ja, er stond 1 man op de boundary. Daar ging hij ook recht naartoe. Ja. Overigens ook square leg boundary. En nu stond Tim Edmans, stond volgens mij, die stond een beetje mid-wicket boundary. En hoeveel overs powerplay zullen we hebben? Ja, daar kan je voor vragen. Nu weer verfijnde regels, die ken ik niet. Ik denk, nou ja, normaal is het 5. De voorzitter van... 25 is dan 5, als ik logisch nadenk. Ja. Nou, dat vind ik een zeer plausibele redenatie. We zien de voorzitter van Excelsior binnenkomen. Die gaat ons zo wat vertellen. Ja, die gaat zeker wat vertellen. We sleuren hem achter de... We brengen hem achter de microfoon en die gaat ons alle ins en outs vertellen. Volgens mij de laatste wedstrijd van Excelsior ging niet door. Het veld was volledig doorweekt, had ik het idee. Tom Hegeman zei, we hadden om 9:15 nadat we net die... Zijn ze niet gaan switchen naar Punjab? Hebben ze dat niet gedaan? Ja, maar het veld, dat klopt, dat was die wedstrijd. Tom Hegeman zei letterlijk, de andere wedstrijd die ze gespeeld hebben was verregend. Daar konden ze niet verplaatsen. Ze hadden net die wattenstokjes waren net uit de neus verwijderd en toen kon de wedstrijd er al vanaf. Oké, ja, het is frustrerend. En Tom zei, tot verrassing en genoegen van mijn vrouw en 3 kinderen was ik om 9:45 alweer thuis. 'S morgens. En dat is een prachtschot van Stoop. Zelfs met een man op de boundary. Ja. Vliegt hij daar gewoon een ruim 7 meter over. Ja, en dit was toch gecontroleerd. Dit was meer timing, hè? Timing en gecontroleerd. Maar ik zie dat wel vaker bij Tobias. Als die timed, dan vliegen ze van zijn bed voor 6. En, ja. En wil die, forceert hij te veel. En dan wil hij nog ja, eens, wat je hier ook wel zag was dat hij, in tegenstelling tot die wedstrijd HCC, toen gebruikte hij de eigen polsen. Hij maakte hier ruimte, prachtige 4. Square cut, ruimte gemaakt. Risicovol schot, bal betwikkeld. Maar Tobias, als je hoofd stil is, beheerst hij dat schot absoluut. Nee, die prachtige 6 net vloog over midwicket. En hun tweede boundary op gecontroleerd, deze manier erg gecontroleerd schot. In tegenstelling eigenlijk tot de bal waarop hij tegen HCC uitging wat meer zijn polsen gebruikt. En toen belandde hij dus op de positie waar nu ook een fielder staat. En dat is de square leg boundary.
Er zat ook een mid-off. Ingram, 10 runs steeg in 2 ballen. HBS 30 voor 1. Oei. En hier zeg ik wel, Tobias, je hebt 10 runs gemaakt deze over. Pak een 1. Ga lekker uitrusten aan de overkant. Maar volgens mij zeggen we wel meer dat. Maar volgens mij, Tobias denkt niet zo. Heb ik het idee. Nee, maar misschien moeten we. Misschien zou het helpen als we een microfoontje aan deze. Wat is het? Een oortje aan de. Kijk, dit is prima. Misschien heeft hij je toch gehoord, Rijn. Ja, ik wou zeggen, doe je oortje aan zodat hij ons commentaar hoort. En het is meteen over. Hij pakt ook meteen de derde over, want het is natuurlijk 5 overs per bowler. Ja. 31 voor 1 is het volgens mij. Met Tobias Cervé op 20 runs en Tayo Walbrug op 5 not out. Batsman uit. Reese, Mason, 4 runs. Gebeurde in de eerste over. Op het bowlen van Tom Hegelman. Een skyer. Gevangen door Kroeze. Kijk, daar is de voorzitter van Excelsior. Welkom. Ex-international. Ex-international. Voorzitter, vader. We zijn in de lucht, Luc. Oh, en dat visé. En dat zijn deze gaat ongeveer de tennisbaan op. Dit is weer dat time, hè, waar we het over hebben. Ja. Deze vliegt het bos in. Ook, hè, Luc? Als de beste, volgens mij. Ja. Dat is een mooie binnenkomen. Ja. Volgens mij was jij toch wel gevreesd. Door, in ieder geval bij HBS met je wel... Met je... HBS was lekker beter. Was lekker beter. Ja. Dan hadden jullie dat kleine veldje nog daar. Dat is ook wel lekker, denk ik. Ja, dat was ook lekker. Ja. Wij zeiden ook als Luc inkwam, die gaat vast lekker betten. Nou, dat bleek wel. Want dat is hoeveel honderden heb je er tegen ons gemaakt? 3 keer, denk ik. Ik had de meeste. Ja, ik denk het ook. Ja, denk het ook. Ja. Wij hebben echt enorm bijgedragen aan jouw overal gemiddelde en het totaal aantal runs. Welkom, Luc. Ja. Alsnog gekomen. We hebben cricket, hè? Ja, hè? We hebben cricket, precies. De intentie is er van beide partijen om hier gewoon een potje van te maken. En dat is gewoon prima. En wij hadden het net over jullie overseas. Jullie zijn altijd, de afgelopen jaren hebben jullie Australiërs gehad. En jullie zijn nu weer, of nou een tijdje, met meneer Ingram bezig. Dat is natuurlijk terug naar de West-Indiërs, waar jullie met Trotman en... Volgens mij daarvoor hadden jullie ook wat andere... Carver Charles, Rupert Gomes. Merken jullie een verschil in hun mentaliteit of hun trainingen? Nou, kijk, Ingram heeft wel heel veel jaren als cricket in Melbourne gespeeld. Dus zo kwamen we ook eigenlijk terecht bij hem. Mark Cleary speelde bij ons en die, die speelde met Ingram in de competitie daar. En die wist dat Ingram een Nederlandse vriendin had en kinderen hier. En die wist dat Ingram van plan was om naar Nederland te komen. En toen had hij tegen ons gezegd, joh, ik kom niet terug. Maar je kan Ingram moeilijk benaderen, want je kan beter met hem spelen dan tegen hem spelen. Okay. Nou, dat is natuurlijk wel een gouden tip geweest. Ja. Dus die jongen, die Ingram speelt nu 5-6 jaar voor ons. Ja. En, hij is natuurlijk een super goede speler, maar dat is wel duidelijk. En 3 keer kampioen geworden met Ingram, of zelfs meer? Nee, zoiets. Hè. 3 keer volgens mij. Ja. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Ja, nou, wij zeiden al, het is voor jullie, waarom zei je zo goed? Spelen jullie knetterdegelijk cricket, zou ik bijna zeggen. Iedereen echt binnen zijn beperking. Jullie schromen ook niet om elkaar stevig aan te pakken tijdens de trainingen op de wedstrijddagen. Ja, dat was maar jullie zijn ook gewend, jullie weten wat er voor nodig is om kampioen te worden. Dat hebben jullie geleerd en jullie zijn, eigenlijk hebben jullie dat steeds verder verbeterd en verfijnd. En ja, ik snap dat je de tel kwijt bent. Even nog, vorig jaar hadden jullie nog een andere coach erbij, ook, die kwam wel uit de West-Indies. Brenton Parchment. Ja, en dat was een knettergoede coach. Ja, supergoede coach. Vertelde jij destijds? Ja, echt een hele goede coach. Maar goed, vorig jaar door corona hebben we dus niemand laten komen behalve Ingram. Ja. En ook dit jaar hebben we eigenlijk een pas op de plaats gemaakt, hè, ook in financieel opzicht. Ja. En ook omdat er geen degradatie mogelijk is. Maar goed, er kwam wel Stubbs op ons pad. En dat hebben we natuurlijk niet laten lopen. Je hebt het trouwens gemist in de eerste over, pakte Tom, jullie aanvoerder, toch naar zijn hamstring. Maar ja... Het is blijkbaar niet zo ernstig, want dit is al zijn derde over. Wij dachten van dit is klaar. Hij gooide die bal keihard naar de grond. Ja. Bleek heel gefrustreerd, maar hij bolt toch door. Met een iets kortere aanloop, dat wel. En dat is een prachtschot weer van Vizé. En weer de bos in. En Steve, zijn vader, staat nog steeds in de bossen. Die is eigenlijk steward en hoort op het veld te zijn, maar staat inmiddels in de bossen misschien fietsers te beschermen en tegen te houden en ballen te zoeken. Het is de tweede zes op Tom Hegelman. Misschien wordt het tijd voor een boundary, om iemand op de boundary neer te zetten. Een leuke anekdote. Herinnert iemand zich de wedstrijd HBS Excelsior? Het stond volgens mij voor 9. En die was jullie overseas toen. Gigant. Wij stonden zo dik winnend.
Nee, het kwam aan op de laatste bal. Zes nodig. Grant Elliott. Hoe heet hij? Goodwin? Nee. Matthew Mott. Ja, dit is een Matthew Mott. Oh, die hier 150 runs maakte. Ongelooflijk. De coach van het Australisch damesteam trouwens. Echt waar. Ja. Maar dat was... Ik heb later begrepen dat is een van de... Ook toeschouwers HBS zeiden dat is een van de meest bijzondere innings die we ooit hebben gezien. Matthew Mott, ja, goeie speler. Die ja, in zijn eentje maakte die wedstrijd uit. Nou, we zijn nog. We hadden natuurlijk, je had Sean Carey, Mark Cleary zei je net. Ja, nou, was wel een aardige cricketer ook. Hè? Die kon wel aardig bowlen alle kanten op. Tim Zoerer, volgens mij was dat de wicketkeeper van het nationale elftal. Maar die begon hier ineens legspin te bowlen. Heeft hij trouwens voor Australië ook wel eens gedaan? Volgens mij heeft alleen Huib Vizeem gelezen bij HBS. Ja. Of jij ook, Rijn? Nee. Wat dacht je van Ed Cowan? Die speelde Ashes jaar daarna. Oh ja, die was ook knettergoed. Goede spelers gehad. Andrews? Ja, Wayne Andrews natuurlijk. Wayne Andrews? Wade Suckham, wicketkeeper ook. Ja. Ook van Australië. Ook heel goed. Ja. Hebben jullie daar wat was de contact met Australië? Hoe kwamen jullie daar dan aan? Had je gewoon een netwerkje? Nou ja, weet je, als je eenmaal één of twee spelers daar vandaan hebt, dan tippen ze elkaar. Weet je, en helpen ze elkaar. Dus, ja. En als je goede referenties hebt, dan komen ze heel graag. Ja, want ik neem aan dat ze dan ook wel heel graag naar jullie komen. Want, ja. Er staat inmiddels wel een mid-on boundary. De fine leg is opgekomen. En nu gaat hij naar square leg. Lief. En dat is precies dezelfde plek waar hij uitging tegen HCC. Het is zo'n belangrijk wicket voor ons. Tobias kan natuurlijk killing zijn. Dat weet iedereen wel. Heel nuttig dit. Voor jullie wel. Voor de kijkers misschien wat minder nuttig. Ja, voor de Excelsior kijkers denk ik, die zullen wel blij zijn. Ja, die lopen nu Polonaise door de kamer heen. Dit is niet de eerste keer, Taco, dat we Tobias en me zagen tegen HCC. Wel een iets ander schot, maar het is de identieke plek. En het is zo jammer. En volgens mij andere thuiswedstrijden is het ook gevangen daar. Ja, het is altijd 27-30. Ja, hij maakt er wel weer 33 in 4 overs. Dus op zich is de start meer dan prima. Zeker als je maar 25 overs speelt. Maar nou moeten deze twee jongens die afgelopen zaterdag tegen HCC prachtig battle lieten zien met z'n tweeën. Nou. Die moeten nu even rebuilden, denk ik, toch? Ja. Maar goed, hij pakt Tom Hegeman stevig aan. Maar die, met dit wicket brengt hij Excelsior toch ook terug in de wedstrijd. Niet in paniek geraakt. Viel er op de square leg boundary. En Tim Edman stond daar volgens mij. En die kon niets anders doen dan zijn handen dichtknijpen en deze vang pakken. Tobias teleurgesteld naar binnen. Oeh, en daar hoorde ik wat in de kleedkamer. Ja, dat meestal. In de kleedkamer mag het toch? In de kleedkamer... Je moet het proberen niet op het veld te laten zien, maar in de kleedkamer mag je best af en toe denken. Dat heb ik niet gezegd, maar je mag best even boos zijn. Hoort erbij. Ik weet, hij wordt gesponsord, dus nieuw bedje wordt zo ingevlogen vanuit Engeland. Nou ja, inmiddels ook als er publiek hier aanwezig was, dan zit iedereen zich altijd schrap voor dat moment dat Tobias in de kleedkamer terecht kwam. Want dan wisten we al dat er of een deur een redelijke dreun kreeg, of er iets nog... verbaal nog wel eens wat loskwam. Dat verbalen is er vanaf. Maar de teleurstelling was hier in ieder geval hoorbaar. We krijgen ook meteen een nieuwe bowler. Luc, kan jij eens vertellen wie deze meneer is? Ja, dit is Niels Edman. Niels Edman is, vinden wij een serieus talent. Linksover, is ook leuk. Linksover, is altijd handig. Ja. En slaat de bal heel makkelijk. Broertje van Tim, kleine broertje van Tim. Maar die slaat de bal ook zo makkelijk. Hij is bij de setup van de KCB gehaald, dus hij heeft heel de winter doorgetraind. Aha. En heeft goed gebold dit seizoen. Mooie actie. Net zoals jij, hè? Linksover, Luc. Heeft hij iets van jou? Nee. Shot. Prachtschot van Tayo. Door de covers. Ons veld is niet zo snel als de afgelopen jaren. Nee. Maar Tim Edman. Nee, maar Niels is een jonge jongen, zoals we er nog een paar hebben. Kijk, dat vroeg Rijn net, hè, hoe het team dan eruit ziet. Hoe we zo sterk zijn de afgelopen jaren. En dat komt dan altijd met clubjongens hebben gewerkt, die we zelf opleiden. Ja. En met twee of drie jongens van buitenaf heb je gewoon al een hele goede... shot. Oh, prachtschot. Prachtige drive van Tayo. Hij moet zo iets korter gaan bowlen, want als je al volleys blijft bowlen, dan kan je ze blijven halen. Ja. Tim, jij zegt daar iets. Je bent natuurlijk... hoe lang ben je al voor ze? Ook al 7, 8 jaar ongeveer? Luc. Sorry. Ik had het over Edman. Sorry. Luc, ik haal iedereen door elkaar. Tim zit hier volgende week, begrijp ik, als ze tegen VSC. Luc, je bent al een tijd met je vaste kern, volgens mij, van vrijwilligers en mensen met groot hart voor Excelsior echt aan het bouwen aan een...
En je bent al een sterke vereniging, Jong. Maar de aantal jeugdspelers eigenlijk de afgelopen jaren en ook een sterk tweede elftal, dat is natuurlijk wel een cadeautje, zou ik bijna zeggen. Zeker. Maar halen jullie jongste jeugd, halen jullie die uit de voetbal, of is dat een andere manier van ergens vandaan halen? Ja, dat is een goede vraag. Het is nog te veel. Kijk, we zijn natuurlijk echt een familieclub, hè? Zeker de cricketafdeling. Dus het is nog heel veel van generatie op generatie. En je hoopt gewoon dat echt die Excelsior-jongetjes vriendjes meenemen. Zo bijvoorbeeld nu Erik Gauka heel erg bezig bij de Tippen Run met zijn kinderen. Om daar weer van onderaf weer wat te werven. En zo zijn toch altijd wel weer de bekende Excelsior-families die cricket in stand houden. Want jullie hebben natuurlijk, de voetbalafdeling is niet helemaal officieel gescheiden. Maar, want wij halen heel veel van onze leden uit de voetbal. Doen jullie dat dan ook nog steeds? Nee, dat is wel iets wat we heel erg missen. Ieder jaar proberen we dat weer te verbeteren. Maar kijk, we zijn er maar één club, hè. We zijn alleen financieel gescheiden. Dus we zijn gewoon één club, ook binnen statuten één club. Alleen ja, sinds wij natuurlijk een eigen veld hebben, een eigen clubhuisje hebben, ben je ook fysiek wat verder uit elkaar. Maar het zou heel mooi zijn als wij meer uit de voetbalafdeling kunnen halen. En dat gebeurt nog niet, een betere lengte dit. Dat gebeurt nog niet goed genoeg. Dus kijk, we hebben nu in iedere leeftijdscategorie één jeugdteam. En wat meiden rondlopen. Ook dus, super. Dus, ja, weet je, het is allemaal heel stabiel. En dat is gewoon een goede groep vrijwilligers. Ja. Dus dat is lekker werk. Ja, maar ja. Daar staat het bij ook. Want wij hebben natuurlijk jij, Reinoud, en we hebben Robert die daar voor de jeugd heel veel aan doen. Ja, en je weet dat er uiteindelijk van die jeugdleden maar een klein handje overblijft wat blijft cricketen. Want voetbal duurt langer. Reinoudje. Snelle één. Er wordt scherp gerund door HBS op dit moment. En Niels trekt ook die ballen meer terug. Hè. Zijn lengte is nu beter. Hij zat echt vol de eerste twee ballen. Ja. De laatste drie ballen. Ja, veel beter. Ja. HBS staat op 52 voor 2, na 5 overs. Tobias uit 33. Ja, ik zet in dat 175 hebben we er wel nodig tegen jullie. Maar Taco begon even nog 7 op 150. Ja, ik denk een beetje daartussenin. Maar goed, dat hadden we van de week tegen HCC ook. Het was het 31 overs. Dat leek op een gegeven moment zelfs naar 200 te gaan, zelfs meer. Uiteindelijk door een aantal snelle wickets aan het einde van de innings van HBS eindigde dat op 180, 184. Want er was ook een jongen naar Australië gegaan. Die is weer teruggekomen? Tim Edman. Ja, toch? Tim Edman is 2 jaar geleden naar Australië gegaan. Voor de liefde, hè, vooral. En hij is natuurlijk een hele moeilijke periode daar terechtgekomen. Met prachtig schot. Prachtig schot. Tussendoor. Dit moeten we even verslaan. Beetje inside-out drive. Knettersterk van de frontvoet, Tyler Walbrug. Tom blijft wel bowlen. En ik vermoed dat hij zijn 5-overs achter elkaar doorbolt. Ook gezien zijn blessure die hij gehad heeft. Hij bolt nog steeds niet voluit. Maar dit was wel een prachtig schot. Brengt... Volgens mij hebben we nu 3 van dit soort mooie vieren door de covers gezien van Tyler Walbrug. We blijven wel half volleys bowlen. Dus het zijn dat is waar. Grote, maar we moeten de bal iets terugtrekken. Ja, dit is een betere lengte. Ja. Dit was wat HBS afgelopen zaterdag tegen HCC ook heel goed. Ook dit partnership. Ja. Heel veel singles. Heel veel singles. Echt. En ik hoorde net van de jongens dat ze daar ook bizar hard op hebben getraind. Volgens mij kan je daardoor zo 10, 15 runs extra pakken. En nou ja. Dat was ook waarom we eigenlijk verbaasd waren dat HCC het HBS nog een kans gaf afgelopen. Omdat die pakte de singles niet. Toch wel even ook voor de kijkers thuis. Vandaag niet in de opstelling, maar wel langzaam deze kant op komend, is Robert van Oostrom. We speelden gisteren met de jeugd en een aantal oudere spelers, waaronder de Zami, een potje cricket op HBS. Natuurlijk belangrijk dat er gespeeld blijft worden. En Robert heeft daar bij de aanzet tot het runnen zijn Achillespees afgescheurd. Hij zei al een paar jaar, het is een zwakke plek. Dat bleek gisteren toen hij misschien ook al zonder warming-up probeerde aanzetten. Die is gisteravond in het gips gezet. Wij wensen hem natuurlijk spoedig herstel. En mocht u allemaal kijken, misschien is het wel aardig. Want
Die fruitmand, dat gaan we dan niet redden. Maar mocht u luisteren en kijken, stuur hem een sms'je of een Facebook-bericht of iets anders. En Luc, ik ga de microfoon ietsje dichter bij je mond plaatsen. Want je wordt iets te zacht bij je. Maar dat ligt aan mij, hoor. Niet of we even opnieuw willen beginnen. Ik geef hem nu even aan Luc. Ik maak even plaats en dan gaan jullie met z'n tweeën even door. Ja, beterschap, Riet. Oh, daar komt hij. Hij komt er gewoon aan, ja. Ja, hij komt er ook echt aan. Ja, dat was naar. Hij schrok het. Hij zei, het leek net alsof hij neergeschopt werd van achter. Oh, hij maakte een forward defense. Nou, die is toch wel bekend te maken. Ja, maar daarmee, hij wilde aanzetten voor een runnetje. En toen was het pats over. Jeetje. Maar goed, de sportdokter zelf kan nu spreken uit eigen ervaring als hij mensen met een dergelijke blessure over de vloer krijgt. Ja. Maar we hadden het net over Tim Edman. Ja. Die is natuurlijk 2 jaar geleden naar Australië gegaan voor de liefde. Maar ja, door corona en heel die lockdown daar in Australië, die natuurlijk super streng was, heeft hij daar nooit echt de kans gekregen om daar een leven op te bouwen. Nee. En hij heeft besloten om weer terug te komen. Ja, het is voor ons natuurlijk hartstikke fijn. Ja. En voor hem privé zijn natuurlijk best moeilijke beslissingen. Zeker. Maar hij heeft zijn draai weer gevonden. Joh. En betten, dat komt vanzelf alweer. Hij heeft nog niet echt een hele fijne start gehad. Maar hij moet vertrouwen blijven houden. En dan Hij slaat die bal zo makkelijk. Ja, maar jullie hebben twee openers. Ik heb ooit een keer nog op het veld gestaan. Toen rolde een run of 60 maken. Toen heb ik echt staan genieten in de slips. Ja. Meer de stylist, zou ik bijna zeggen. En Tim is wat meer het krachtmens. Ja, klopt. Ja, ja? Ja, kijk, en die twee openers, die kunnen echt domineren op hun dag. Ja. Roel had een goede innings tegen Punjab. Ja, heel goed. Ja. Bijna door de hele innings heen gebed. Ja, pech dat die bal down lekte. Die raakte hij nog aan. Die flikte die. Werd gevangen door de keeper. Okay. Dus anders had ik hem wel 100 zien maken. Dat was mooi geweest. Een beetje pech. Heb jij wel eens... Roel en Tim is wel een lekker openingspaar. Ja. Zeker in deze spelvorm. 25 overs. Luc, je moet me toch even helpen. Want wat zit er bij jullie in de grond of in de omgeving? Jij hebt... Dit is een prachtige 6 van Tyler Hopper. Pakt hem heel makkelijk op. Pakt hij goed dit op. Was weer net iets te kort, volgens mij, Luc. Ja, iets te kort. En Tyler pakt een paar eentjes, maar dit is toch echt een goede knal. Wat zit er bij jullie in de Schiedam in de grond? Jij hebt 3 jongens. De familie Kroes zijn ook 3 jongens. Edman, 2 jongens. Ja, ja, maar... Dat is wel lekker als cricketvereniging. Tommy Hegelman, 3 dochters. 3 dochters, ja. Dus dat is dan weer jammer. Ja, daar gaan we dus rechtsaf. Maar het is goed voor dames. Een beetje de huipje 7 van Excelsior. Het is goed voor het meidencricket. Nee, dat is goed voor het meidencricket. Ja. Maar ik moet zeggen, want dat hebben wij natuurlijk... En dat zei je net volgens mij ook al met Erik Gauka. Is dat wij tip en run. Als daar 2 of 3 families... Shot, dit is een prachtige 6 over midden in de sloot. Dat kunt u niet zien, maar dat zien wij hier vandaan wel. Tijerwalder. Niels heeft even een moeilijk spel. Eerste overbolde hij iets te lang. Ja. Toen had hij de tweede helft van zijn over dat hij de juiste lijn en lengte bolde. HBS pakte wel singles. En de vorige bal iets te kort. 6 runs. En deze bal, nou eigenlijk nog niet eens zo'n slechte bal, maar gewoon knap opgepakt, vond ik eigenlijk. Ja, een heel goed schot dit. Zeker. Hij pakt hem denk ik van Ostend iets daarbuiten zelfs op. Wat, weet jij wat de powerplay is, Rijn? Nee, Taco zijn het, die vermoeden 5 overs. Maar nee, dat is... Die ging delen door 5. Ja, nee. ik ben niet zo'n rekenaar. Ik denk het 6 overs. HBS doet zijn best om de bal uit de sloot te halen. Robert. Daar is Robert van Oostrom. Benen al in het gips. Rechterbeen. Hoe is het? Wat een pech, man. Gaat best oké. Gaat best oké, ja. Nou, we zijn blij dat je er bent. Ja, ik zeg, dat was de reden dat je vandaag niet meedeed. Dus even een paar weken langs de kant, zeg maar. Ik heb wel mijn wedstrijdbroek aan. Ja. Wel mijn wedstrijdbroek aan, maar ja. Ja, dat snap ik ook. Je kan het niet zomaar loslaten. Dat ik hem nu toch voor definitief wel aan de wilg kan hangen, met bed. Lijkt me goed plan, Robert. Weer zijn bed kopen, Luc. Zwaar. Zwaar bed, man. Wel prachtig bed. Duncan Furley, ouderwets. Het gisteren nog uitgebreid over gehad. Moet nog een beetje ingeklopt worden, want het was gisteren niet zo lang een bed. Hoe lang gaat dit herstel vragen, Robert? Nou, in ieder geval 6 weken gips. In verschillende stadia. Helaas weet ik er veel van. En...
Maar heb ik het toch even laten adviseren door de orthopeed. En die zegt, ja, je kan kiezen voor een operatie, je kan kiezen voor gips. Maar na een operatie krijg je toch ook gips. En het eindresultaat is na een jaar toch ongeveer hetzelfde. Dus kies ik voor geen operatie en ja, in verschillende stadia gips. En dan toch wel een lange revalidatie daarna. En, een beetje afhankelijk van de ambities voor een 52-jarige man. Ja, is het daarvan afhankelijk hoe zwaar die revalidatie gaat zijn. Maar in principe moet ik maar gewoon zeggen van nou, ik ga fietsen en jeu de boule. En dat is het dan. En dan kan de revalidatie relatief kort zijn. Ja. Zure blessure. Je voelde hem eigenlijk al langer aankomen, hè, Rob? Ik zei het nog, want je zei al langer, ja, het is een zware plek. Ik moet daar toch meer opletten. Maar je had jeugdig enthousiasme, zou ik bijna zeggen, gisteren. Je beide kinderen deden mee. En je dacht, ik ga dat toch maar weer doen. Maar je voelde meteen dat het mis was. En nou, je was er ook wel ontdaan door het feit, misschien niet eens door de pijn, maar wel door het feit dat het nu toch gebeurde. Dat die Achillespees er doorheen klapte. We kijken inmiddels naar de derde over van Robert gaat op een barkruk zitten. En we kijken naar de derde over van, of nou, het einde van de over, want de bal is weer terug uit de sloot. We zitten in de achtste over en HBS staat op 69-2. Reese Mason werd gevangen in de eerste over door Bart Kroeze. Niet door Bart, hè? Nee, niet door Bart. Nee. Ik heb al weken dat ik iedereen door elkaar haal. Dus Luc, corrigeer me rustig. Maar het was een Kroeze. Het was een prachtige... Gijs of Joost? Ik weet niet wie het was. Maar... Joost, Duits. Okay. Skyer, hoogtelucht in de curvers. Nou, volgens mij is het een ongekend goede fielder. Ik heb hem zien gooien ook. Dus die stond er rustig onder en ving de bal. Singeltje naar derde man. Hard werken voor de bogus. Ja, hard werken. Goede start voor HBS. Ja. Zeker. Gaan we een potje maken voor het eindtotaal? Ik dacht 100, 175. Ja, dat, als je nu kijkt naar de stand, dan zou dat moeten kunnen, maar... Ja, het 200 moet wel haalbaar zijn. Wij moeten snel breakthrough hebben. Als wij deze twee kunnen breken, dan... Ja. Er zijn nog een paar bestmen die hiernaar komen. Dan kunnen we Brian Klein natuurlijk. En iedereen kan wel een beetje betten bij HBS. Tommy Bolt zijn overigens snel uit. Die wil... Ja. Als hij last heeft van die hamstring... Ja, dan gaat hij eruit zijn misschien. Ja, we hebben alleen geen 12... Oh ja, wel 12 man bij ons. Man. Ja, oh ja. Ja. Natuurlijk. Klaas Roelsema is 12e man. Ja. Dus, die heeft ook al een paar keer meegedaan, ja, toch? Ja, een paar keer. Ja, is van Rood de Wit gekomen. Ja. Ik dacht al een jongen gezicht. Ja, jongen wilde graag topklasse spelen. Dus uit... Oeh. Jongen wilde graag topklasse spelen. En is naar ons gekomen van Rood de Wit vandaan. Ja. Heeft dus veel reistijd. Maar knap hoe hij dat voorhoudt. En hij heeft best wel aardig gespeeld. Alleen ja, nu was iedereen fit. En ja. Is hij net buiten de boot gevallen. Maar is heel positief. Dus die komt alweer terug. Ja, we kijken even naar het veld. De bekende drive wordt er deels uitgehad. In ieder geval een poging daartoe. Extra cover boundary. Ja. Cover, ja. Extra cover een beetje. Het is prima bowlen dit. HBS, ja. De uitstekende lijnen. Maar HBS blijft wel gewoon die ene goed pakken. Ja, doen ze goed. Ja, doen ze goed. Stan doet ook mee? Nee. Stan is ook zo'n jongen die zit bij de eerste 13, 14. Ja. Weet je, die moet ook keep wachten. Keep de vorig jaar natuurlijk. Geduld. Ja, keep de vorig jaar als Roer er niet is. Ja. Dus die moet ook geduld hebben. Ja. En, wordt er nog niks spin? Nee, keept. Echt alleen maar keepen? Alleen keepen, nee. En dan hebben we Jelte nog natuurlijk. Ja, die, zeker. Die heeft vorig jaar ook een paar keer meegedaan. Ja, die heeft vorig jaar ook een paar keer gespeeld. Dat was een lekker jaar vorig jaar. Ja, vorig jaar had hij heel veel runs gemaakt. Toen was hij 14. Dus ja, jong en moet ook geduld hebben, joh. Die gasten komen er wel. Ja. Het is jammer dat de tweede aftal natuurlijk niet spelen. Nee, dat is hopen dat die snel kunnen beginnen. Zodat al die jongens ook lekker aan de bak kunnen. Ja, ja. Ik heb ook een jeugdig tweede aftal met een aantal ervaren spelers erbij. Ja, zeker. Zeker. Sebastian Gokke die dan, en Loekman Tariq die het tweede runnen. Dus dat is voor ons heel prettig. Dat je wat ervaren gasten hebt met wat jonkies. Ja. Heel snelle 1. Maar zie je toch slim Tommy Bolt, hè? Ja. Ja. Als je hem daar houdt, dan slaat hij niet zo makkelijk uit. Even van beide kanten, ik vind het gewoon goed cricket. Ik bedoel, Tom Bolt heeft zijn lengte iets teruggebracht. Ja. En op Tobias Bolen is lastig. Maar tuurlijk, volgens mij gaat het wel eens over geduld. Ja. Nee, niet in paniek raken, en dat blijkt maar weer. En HBS speelt gewoon hier... Weet je, de boundaries liggen even niet voor het opraad, maar pakken wel gewoon 1, hè. En dat is gewoon goed cricket om te zien. Iets te hard gespeeld dit keer, waardoor er geen 1 komt.
En Tom zit in zijn laatste over. Ik zie dat Gijs Kroeze, die heeft goed gebold vorige week. Gijs die, ja? Die zal zo gaan bowlen, denk ik. Die kan het zelf doen als Tommy doet. Dan hebben we Rens nog en ja. Stubbs. Ja, Rens opent ook bij Punjab volgens mij niet de bowling. Hè? Begon niet. Nee, bij Punjab niet. Bij Punjab Change, nee, dat ging goed. Later, toen kwam ja, die wickets ja, goed. Hij beweegt de bal ook. Hè? En, ja. Maar sommige dagen heeft hij de controle niet altijd. Maar goed, als hij hem beweegt dan ja. Nog een jeugdspeler stond op point volgens mij. Shankar is dat? Sanjit ja. Shankar. Ja. Ja. Ja, die is een jongen die komt uit India. Ja. Heeft hier gestudeerd, universiteit. Ja. Delft. Ja. Technische universiteit. En heeft inmiddels een baan gevonden. Dus alles in werking gezet om hem hier permanent te kunnen blijven houden. En een heel, heel leuk ventje. Kan goed betten. Ja. Een goede fielder. Fijn om zo'n jongen in je team te hebben. Ja. We gaan naar de offspinner. Oemar hebben we natuurlijk ook nog. Die waren we bijna vergeten. Voormalig VOC, ja. Heeft hij nou ja. Weer gespeeld? Is ja. Hij nog ergens anders? Of nou, hij bij ons vroeger ook gespeeld. Toen is hij naar VOC gegaan. En sinds 3 jaar weer terug. Ja. Ja, een hele nuttige offspinner. Nou, even als je kijkt naar de beide opstellingen. Dan, jullie hebben natuurlijk een linkse draaier en een rechtse draaier, om het zo maar te zeggen. Ja. 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 HBS alleen een linkse spinner. Geen offspinner op dit moment. En HBS is wat kwetsbaar in de bowling line-up. Dat constateerden we donderdag ook. Okay. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren flink wat belangrijke bowlers eigenlijk moeten inleven en afscheid van genomen. Berend Westijk, ja, Rashad Khan. Ja, ja. Wesley Berezi bolde natuurlijk ook nog wel. Ja. En vorig jaar hadden we ook nog, 2 jaar geleden, nog een coach die 10 overs bolde. En Navjit Singh mag niet bowlen. Bet nu wel, maar mag niet bowlen. Is nog ook geblesseerd. Dus HBS is... Dus je hebt de 300 nodig, wij zeggen. Ja, we hebben eigenlijk niet. Nou, weet je... En overigens, prima leerschool. Van de week heeft Tyen overgebold en Julian van der Raad. Nou, echt een jeugdspeler nog. Jong. Leuk, goed. En dat is prima, dat is een goede ervaring. Maar ja, je weet ook wat het is. Als je veel op de training bolt, maar niet zoveel op linkshandig. En je begint dan op een ingespeelde linkshandige batsman. Nederland zelf de kwaliteit. Ja, en de eerste bal van je overgaat voor 6. Dan moet je hard werken in de laatste 5 ballen. Precies, ja. Dus die was ook een beetje zoek naar zijn lijn en lengte. Prachtige square door. Goed zo. Square cut ook weer. Goed gefield. Prima dan. Nee, maar het is goed. Weet zeker dat je dit seizoen al die jonge gasten lekker kan spelen. Hebben we een kijkersvraag, Luc? Kijkersvraag. De vraag is van Duco Rissalada. Er komt een vraag binnen van Duco Rissalada over de gezonde rivaliteit die er altijd was tussen HBS en Excelsior. Kunnen jullie daar wat over uitweiden? Duco is wel de man die de meeste vragen stelt, maar we pakken deze kijkersvragen. Je had het over gezonde rivaliteit, zei hij. Ik weet niet of wij dat zelf altijd als een gezonde rivaliteit hebben ervaren. Ja, het was altijd gezond. Was het wel gezond? Ja, na de afloop was het zeker gezond. Ja, zeker. Maar we hadden het er gisteren nog over. Wij zeiden wel... Nee, strijd op het veld en na afloop was het altijd hartstikke gezellig. Absoluut. Ja, zo hoort het. En we hebben hele bijzondere wedstrijden gespeeld. Maar ik moet wel zeggen, Luc, en of dat nou gezonde rivaliteit is. Wij kwamen bij jullie vaak wel het terrein op. En ik moet zeggen dat toch... Nou, ik wil niet zeggen dat we er niet meer in geloofden. Maar we hadden toch al vaak wel zoiets van, nou ja, daar gaan we weer. Onze instelling, dat is misschien ons grote verschil wat tussen onze beide verenigingen. Maar wij kwamen daar niet, of nauwelijks met gezond optimisme bij jullie terrein op om te denken, we maken er vandaag van. En ik geloof ook niet dat ik zo vaak gewonnen heb bij jullie. Nee, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Zeker op dat kleine veldje natuurlijk. We hadden echt veel publiek. Ja. Ook een fanatiek publiek. Zeker. Die ook nog wel af en toe wat riep. En ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen even prettig was om daar te spelen. Maar goed. Vond ik wel oké. Ja, publiek. Ja, maar jullie waren gewoon, ik bedoel, dit was zo... Nee, maar jullie waren jullie ook, we waren gewoon vechters. En, en wij lieten denk ik ons ook wel verleiden. Ah, klein veldje. Ja. Nou, dat werkte vaak niet zo, klein veldje. Nee, wij wisten precies wat we moesten doen op dat veld. En neem bijvoorbeeld Erik Dulfer bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat was natuurlijk een bowlingmachine. Dat was niet normaal hoe goed hij kon bowlen als offspinner. En ook zelfs op een klein veldje, hoe zuinig hij bowlde.
bizar eigenlijk, hè? Ja. Ik denk dat hij in deze... In de tijd dat hij bolde, toen had je de lunch ook nog een periode lunch om 1 uur. Die draaide 41 overs voor ja, de lunch. Ja, zeker met Dulfen. Dus ja. Ik denk dat wij op 32 ja. kwamen. Dus, die, ja. dus er waren niet zoveel ja. overs meer te gaan naar de lunch. Klopt. Dit trouwens even, dit is Tristan Stubbs, hè, die Zuid-Afrikaanse ja. jongen met Nederlands paspoort. Ja. Mot opspin round. En echt heel handig. Hij geeft hem heel weinig lucht. Hij bolt hem heel strak. Ja, hij bolde, ik zag hem vorige week bolen. Bolde ja. Dat was cruciaal. Ja. Hij nam snel dingetje op ACC. Ja, het is heel lastig bespeelbaar dit. Ja. Maar wat mij opviel, overigens ook in die wedstrijd, jullie bleven heel rustig. Want ACC had een goede opening. Ja. En wat mij opviel was de slip bleef staan, aanvallende velden. En die break kwam en hij pakte volgens mij 3 wickets. Ja. Nee, zeker. En ik vind hem echt wel een serieus talent. Ja. Er wordt nu, KCB is druk bezig om hem in erbij te halen in de setup. Maar hij heeft natuurlijk een Nederlands paspoort. Ja. Hij heeft bettend heel veel indruk gemaakt. Hij is heel aanvallend, heel spectaculair. Slaat die bal heel makkelijk en ver en hard. Pas 20 jaar. Hij is nog heel jong inderdaad. Hij heeft nu net, voordat hij naar ons kwam, een contract getekend voor 2 jaar bij Eastern Province. Okay. Dus ja, dat geeft wel aan dat ze ook daar wel potentie zien in hem. Ja. Dus het is even afwachten of hij wel of niet voor de KCB gaat spelen. Die gesprekken die worden momenteel gevoerd. Ja. Hij wil zelf heel graag weten wat de consequenties zijn als hij van Nederland uit gaat komen. Dat moet eerst goed uitgezocht worden. Ja, mooi schot. Pedal. 4 runs. Want hij heeft maar 1 ambitie en dat is professioneel cricket spelen. Dat is een prachtige ambitie. Even terug naar het staat 84-2. Theo Walbrug op 34 met een prachtige paddle net voor 4 op het bolen van Stubbs. Waar Luc al over vertelde. 20 jaar. Zeer talentvolle en gepassioneerde cricketspeler uit Zuid-Afrika. Met een Nederlands paspoort. En Navjit Singh staat op 12. En bouwen eigenlijk aan het partnership waar ze donderdag ook zo krachtig deden. Even terug naar we hadden het over gezonde rivaliteit. Natuurlijk prachtige wedstrijden hebben jullie gespeeld. Ook soms wel eens hele vervelende. Niet zozeer door het publiek, maar wel gewoon afgemaakt en geslacht. Wie waren voor jullie eigenlijk de angstgekers? Wij kwamen niet zo graag bij jullie, zou ik wel zeggen. Hier was het wat anders, maar... Wie waren jullie angstgekers? Ook een beetje in die periode. Nou, tegen VRA was dat wel moeilijk. VRA was een lastige tegenstander, ja. VRA, Murray. Ja, Murray altijd. Die maakte altijd runs. Ja, Peter Groeneveld, Joost Leemhuis, ja. En God, ook wel voor Kampong met Cantrell. Ja. Daar kwam je ook niet doorheen. Dat was ook net of je tegen een muur bolde. Ja. Dat waren eigenlijk de twee teams waar we wel... in ieder geval spelers. Die hadden spelers waar we gewoon moeite mee hadden. Ja. Dus dat waren, als je het over angstkekenis hebt, dan waren dat wel twee, in ieder geval VRA. Ik vond VRA altijd wel heel sterk ook hoor. Ja, ja. Maar die zijn ook, die gingen Murray jullie zeker. Een beetje vooraf hè, met een aantal kampioensjaren volgens mij. Ja, we wisten elkaar een beetje af. En zo ja. die daar toen speelden. Kijk, wij werden 91, 93, 95, 96, 97, 99 kampioen. Dat rijd je weet ik nog wel. De jaren 90 waren we redelijk dominant. Wel door de lucht, maar hard. Nee, hard door de lucht, ja. Door de curves gespeeld. Thuyo Walburg op bolen van Omar Baker. Het is niet een wicket waar veel op spint. Dat zal bij jullie wel anders zijn. Kijk, we hadden ook altijd een trotman, hè. Ja, als je het over goede spelers hebt. Ja. Dat scheelde ook wel als je hem aan boord had. Ja. Ik vertelde gisteren nog een anekdote. We hadden ooit Kazim Omar als coach. Ja. Pakistaans testspeler. En ik stond met hem te bed. En ik was, denk ik, 18 of zo. En bij jullie speelde Troppen en Charles onder andere. En ik wilde een snel eentje lopen. En ik heb ongeveer, Kazim Omar aangeraakt. En die stuurde mij behendig weer terug. En zo jong als ik was, deed ik dat ook. Prachtig schot. Onside. Uitstekend field door Niels Edman. En die stuurde mij terug. En Garfield bolde. En de eerstvolgende bal die Garfield bolde. Nou, echt recht tussen de ogen van Kazim Omar. En Garfield liep nog naar hem toe en zei, sorry. En Troppen en liep langs mij en zei, nee, no sorries. En die zei letterlijk, don't fuck with the youngster. The youngsters are the future. En ik had echt zoiets, ik was 18 of 19, ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En mooi, echt recht tussen zijn ogen die bal. Geweldig gecricketer. Ja, die gasten, daar leerde je veel van. Hè? Om met dat soort spelers te mogen spelen. Ach. Ja, dat maakt hij ook wel harder. Ja.
Maar ik vertelde straks, Karel Schreven vertelde me ooit in de voorbereiding op vrijdagavond, werd ook echt de tegenstander wel even geanalyseerd. Ja, ja, zeker in die tijd. Wist precies wie wat kon en hoe je het veld moest uitzetten. Ik weet nog wel dat ik inkwam dat Troppen ongeveer standaard op korte midwicket ging staan. En daar heb ik hem denk ik op Erik Dulver ook 4 keer zo recht in zijn handen gelepeld. Maar jullie deden dat echt grondig. Ja, nou, was dat Tim Zure? Tim Zure die voerde dat in. En dan na elke training op vrijdag, is close. Ja, goed zo. Ja, dat is een belangrijk wicket voor ons. Ja. Dat is een belangrijk wicket. Nu een beetje druk opbouwen. Ik denk dat hij zelf had dat hij misschien iets buiten de opstand was. Maar het overtuigende appel van keeper en bowler leek alsof hij wel midden of pitchte. En ze pakken daarmee op 95 het derde wicket Excelsior. Thuyo Walberg, 44 runs. Prachtige bet overigens. Zeker, hele goede niks zeg. Makkelijk. Mooi om naar te kijken. Heel net makkelijk. Harde drives door de cover. De ene over de grond, de ander iets door de lucht. Maar wie komt er nu, Rijn? Twee prachtige zijn. Rijn Klein. Oké. Ook Nederlands paspoort. Zijn dat Amerikaanse jongen? Nederlands paspoort. Gezonde rivaliteit, zullen we maar zeggen, met Stubbs. Maar eerder bowler? Ja, het is meer een bowler dan een best. Maar kan ook aardig betten, hoor. We gaan het zien. Maar ik moet zeggen, die Walberg, die hebben eigenlijk op het laatste moment is die gekomen. Want we hadden oorspronkelijk... Reiner, die 2 jaar geleden hier ook gecoacht heeft, die eigenlijk onze primaire coach zou zijn. Uitstekende coach, hoog niveau. Maar die kreeg op het laatste moment een contact aangeboden in Zuid-Afrika. Bij een club, Greenpoint, kreeg een club waar Jeroen Smits ooit speelde, Wesley Bereze speelde. Dus die verkoos ervoor om in Zuid-Afrika te blijven. En dit was een vriendje van Ryan Klein. Waarbij we overigens onder normale omstandigheden was hij wellicht ook deze kant op gekomen. Dus die besloot op de valrijp heel snel deze kant te komen. De eerste wedstrijd die maakte hij er 80. Van de week had hij uitstekende innings. Vandaag een uitstekende innings. En dat is echt wel een mooie aanwinst voor de club. En ook een prachtig voorbeeld hoe die bet voor onze jongere spelers. Er zitten er een paar in het team en er zijn er een paar 12e of 13e man vandaag. Ja, het is een goede... Goeie zaak dat zijn gast gelijk goed... lucht. Backward point, deze bal lijkt voor 4 te gaan. En dat gaat hij ook. Dat zijn jongen gelijk goed in een club valt. Hè? Belangrijk. Ja, dat is, sluis. Ja, Brian Klein heeft ook, is deels ook opgegroeid in Nederland. Oké. In de buurt van Wassenaar onder andere gewoond. En zijn broertje speelde een paar jaar geleden mee met die, wat is het, die Nederland onder 19. Dat toernooi in Nederland. Ja. Goed schot. Weer een prachtig schot van Navdeed. Wordt dit keer wel gefield aan de boundary. En keurig terug. Dat is wel leuk nu Stubbs op Klein. Want ik krijg net de tip binnen dat in Zuid-Afrika Klein het wicket van Stubbs had. Ja, daar is een filmpje van even rond. Precies. Robert had dat filmpje rondgestuurd. Ja. Veel succes met jullie coach. Wordt een interessante gezonde rivaliteit gesproken. Maar dat was een redelijk pittige bal die hij kreeg. Stubbs. Ja, dat was een mooie bal. Ja. Cool behind, inderdaad. Ja. Even Navdeed. Ook nog een jonge speler. Die viel een beetje buiten de boot bij de Nederlandse jeugd. Want hij was net iets te oud. Waardoor hij eigenlijk niet meer in een bepaald, aan dat ene toernooi kon deelnemen. Waar de broer van Ryan Klein wel aan deed. Wel Nederlands A. Soms wel kwetsbaar, maar erg getalenteerde speler. En ik vind het een goede keuze ook om hem hier bij de eerste 5 te laten betten. Krijg jij nog kijkersvragen, Luc? Zit heel Excelsior hangt gekluisterd aan de buis? Of? Nee, ik krijg weinig vragen nog door. Nee. Ik krijg nog even feedback over de gezonde rivaliteit. Oh, ja. Marco Verzel, oudspeler ook, die zei... Het waren een van de mooiste wedstrijden tegen Excelsior. Hard in het veld en gezelliger daarna. Ja, nou, dat is... Maar ook weg te krijgen daarna vaak. Dat is een goed schot dit. 4 runs, ABS. Downlek. Na 12 overs heeft ABS al ruim 100 runs. Dus dat gaat wel hard. Ik noemde net die anekdote met Kazim Omar. Marco wist ook wel te melden dat hij in die wedstrijd 100 runs maakt. Oké. Het was wel een hele goede cricketer. Ja, goede speler. Dat is maar alleen voor zichzelf. Ja. We hebben hem toen voortijdig naar huis gestuurd. Hij speelde in de play-offs. Hij was zo vervelend. Ja. Toen hebben we hem weggestuurd. En ik weet nog wel... Had hij het wedstrijdshirt, had hij onder de ruitenwisser van de manager Willem van der Laan gedaan. Met een briefje erbij.
Wat was het ook weer? This shirt is even a waste to clean your window of your car. En er stond ondertekend former test player. Oh, dus het was een goed besluit om hem te sturen, denk ik wel. Ja. Hey, nu over die rivaliteit nog hebben. Dus voor mijn tijd trouwens, maar misschien heb jij dat nog meegemaakt, dat een wedstrijd na afloop in het clubhuis beslist werd, omdat Jacob Jan het scoreboek nog even checkte. En dat bleek, het was, ja, de details weet ik niet precies, ja, hoor, maar het was gelijk geëindigd. Kan het je vertellen. Hij had nog een eentje gevonden in het boek of zo, Jacob Jan, toch? Nee, dit is, je haalt nu een oude wond die even opengereten wordt. Het was een wedstrijd, volgens mij maakte er iets van 168 of zoiets. Excelsior maakt, wij maakten er 168, 169. Knetterspannend. Knetterspannend. En ook ongelooflijk veel publiek. Het scorebord gaf 167 voor 9 aan. Wat bal? Wedstrijd nummer 11. Volgens mij Erik Dulver etched hem. En ik nam een aardige snoekduik. Zonder slip stond er. Ik nam een aardige snoekduik. Ze hadden die wedstrijd gewonnen volgens het scorebord. Scorebord telt, zeiden wij altijd toen. Ja. Dat was zo. Scorebord telt. Ja. Nou, natuurlijk blij, hè. En het was een prachtige wedstrijd, buiten dat. En wat daarna gebeurd is dat bij de scores er toch niet helemaal uitkwamen of die boeken nou klopten. Jacob Jan Esmeijer, nog jong, maar zeker toen al scherp van geest en talent, zei dat zijn boek wel klopte. En dat gaf een ander totaal aan. En ja, je kent de invloed van Koos Gauka. Die kan overtuigen als de beste. En die is uiteindelijk hier in de bestuurskamer zelf met de umpires nog in de slag gegaan. Dat boek is 85 keer nageteld. Het was 21:45 s'avonds. En de umpires besloten om 21:45 s'avonds om alsnog de overwinning aan Excelsior te geven. Nou kan je je voorstellen, Marco Verzelden zei net, rivaliteit in het veld, de mooiste wedstrijden, dat was dat. Gezellig na afloop. Dat was het toen ook, maar om 21:45 was de stemming in één keer een stuk minder. Ja, echt te gek voor woorden. Ja, dat te gek voor woorden. Zou je niet kunnen bedenken, hè, dat nu zou gebeuren. Nee, dat kan je niet bedenken. Nee. Het is gelukkig allemaal iets professioneler wat dat betreft. Ja. En weet je, de jonge Jacob Jan destijds en jaren natuurlijk ontzettend lang bij jullie ook in het eerste, die was er van geen kwaad bewust. Nee, natuurlijk. En ik vermoedde ook niet ventje, dat hij toen op die leeftijd zich gerealiseerde wat hij zich op de hals gehaald had. Ja. Maar Koos was buitengewoon overtuigd richting ook umpires. En volgens mij hebben wij Koos ook rustig alleen met die umpires in de bestuurskamer laten zitten. Waardoor die wedstrijd alsnog... Ja, misschien is daar die rivaliteit al ontstaan. Hè? Nou, nee. Nee? Nee. Nee. Nou, we hebben natuurlijk wel... Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk ook ontzettend. Volgens mij was er onderling nooit dat je dacht van gods, wat een... ik zal geen nare woorden of onaardige woorden gebruiken. Dat het op dat niveau dat we elkaar gewoon echt niet... We hadden met sommige tegenstanders echt wel dat we gewoon hele vervelende mensen vonden. Dat was bij jullie natuurlijk niet. Maar we hebben natuurlijk ook een wedstrijd hier gehad. Waarbij twee batsmen flink geraakt zijn door de bowlers. Ja, ja, ja. En dat was met Garfield. Ja, ja. Robert vertelde twee weken geleden nog, die de bal recht in zijn gezicht nam op zijn voorste rijtanden van Covid Charles bij Robert van Oostrom. Ja. Dat was al schrikken. Robert bette 7 of 8 destijds. En Ruud Bakker bij jullie. Ja, klopt. Die bette met zo'nzelfde helmpje op en een brilletje. En toen bolde Bob Goldman. En helemaal niet raken of raken. Maar die gooide hem wel iets korter. Ook vol in het gezicht van Ruud Bakker. Nou, ik zie hem nog. Ik zal je vertellen. Ik zie hem nog op zijn zij vallen. Brilletje kapot. Flinke snee bovenop zijn neus. Hij lag hier op zijn zij. Ik kan me nog helemaal voor de geest zijn. Lag hier op zijn zij. Nou, dat was een naar gezicht. Ja. En dat leidde wel op dat moment tot flink wat consternatie in die wedstrijd. Uiteindelijk hebben we hem... Met alle gewonden zou ik bijna zeggen wel goed uit kunnen spelen. Nou, Robert heeft natuurlijk veel last van die tanden gehad. Ruud Bakker is er volgens mij wel goed vanaf gekomen. Ja. Ik weet niet of hij gebroken neus had, maar... Ja, van Mattie gebroken neus toen. Ja. Maar twee incidenten in één wedstrijd, hè? Dat gebeurt niet vaak. Nee. Maar we hadden natuurlijk die... We hadden het, ja, we hadden die rare helmpjes toen. We hebben vorige week hebben we het even over het materiaal gehad. We hadden natuurlijk van die helmpjes, met van die gekke klepjes aan de zijkant eigenlijk. Dat waren de eerste helmen. En dan gingen ze gewoon allemaal dwars doorheen. Ja, ja, levensgevaarlijk. Zeker op die matjes. Ja. Ja. Bolt. Oh, Bolt.
Ingram. Ja, Lorenzo. Met zijn left arm round bowlen. Die had de bal overgenomen van Stubbs. 110 voor 4. 7 overs te gaan voor HBS. Ja, dit is toch... En eigenlijk gebeurt er hetzelfde wat er tegen HCC gebeurde. Dat er iets te snel nu HBS wickets verliest. En dat doet Excelsior gewoon heel geduldig en goed. Dus 110 voor 3 naar 14 overs. Dit legt wat druk op de ketel. Julien de Meij is de volgende batsman. Ja, dat is precies wat wij nodig hadden. Hè? Zeker. Na zo'n start moet je hopen dat je 1 of 2 snelle wickets pakt. En dan, ja, je ziet die run rate, die gaat, loopt heel hard terug. Ja. Hè, van 10, wat is het nu? Ja, bijna 10. Ja. Ja. Van bijna 10 zit hij nu op 8. Ja. Nou, als we hem nog verder terug kunnen brengen, dan... Ja, ik denk toch van 170 nog steeds, ja, waar dan ik de wedstrijd mee begon. Ga je daaruit komen. Ja. Dan knapt dat toch alles, hoor. Zeker. Ja. En ik denk dat we dan een leuke wedstrijd hebben. En het blijft prachtig weer, Luc. Ja, het volgens is, mij houden we het ook, blauwe, want het is, ja, we moeten verhuizen naar de zon. Je ruikt het, je hoort het. Het is hier ook een beetje warm aan de kant. Ja. Ah, we hebben weer een kijkersvraag. Ja. Duco Risselada? Nee. Geen Duco Risselada. Edwin Mitra, kom met de kijkersvraag. Captain van HBS 2. Dus de vraag is eigenlijk aan Luc. Dat gaat over HBS 2 tegen Excelsior 2. Wedstrijden tegen jongens als Eikenbroek, Holyrook, Westland, Tondeleden. En dat eindigde vaak in een cafeetje na afloop. Hoe heette dat cafeetje ook alweer? En wat werd daar voornamelijk gedronken? En liep het nog wel eens uit de hand? Ja, nou, als ik deze naam hoor, dan zou dat zomaar kunnen. Ja. Ja, dat was dat cafeetje aan het begin van de Parkweg. Vido. Schrijf je mee, Edwin. Begin van de Parkweg. Ik kom even niet de naam erbij. Ik moet even terugdenken. Hoe heette dat ook alweer? Ja, maar het zat aan het begin van de Parkweg. Ja, daar na wedstrijden kwamen we daar vaak terecht om er even een drankje te doen of wat te eten. Maar hoe heette het ook alweer? Dat is een beetje de scorer van Schiedam, zeg maar. Wat de score in de zee staat in Den Haag. Ja. Het Bistro Terleden? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar het had een bijnaam. Ongekend. En hey, maar ja, met deze jongens zal het ongetwijfeld gezellig zijn, zijn geweest. Ja. Is dat niet gewoon je never in Schiedam, Riet? Misschien is dat een schuilnaam voor de... het was schelvispekel. Echt waar? Ja. Oh, nee, joh, nee, dat zegt me helemaal niets dit. Nee. Ik zal het eens bij de jongens checken. Nee, dat... Schelvispekel? Ja. Oh? Zout. Ja, nee. Dat is, nou, dat is natuurlijk, het zat onderin die haringkar die altijd bij Excelsior stond, de schelvispekel. We gaan het opzoeken. En mochten mensen uit die tijd meekijken of meeluisteren, graag het antwoord. We hoorden bekende namen. Uit dat elftal, kan je er nog meer noemen uit die tijd? Even kijken hoor. Ja, Wim Bukker stond de leden. Jan Westland, Erik Holyhoek, Edwin Eikenbroek, Edwin van der Hoeven. Pino. Edwin van der Hoeven. Pino speelde veel. Jean Bierhuizen. Ja, Pino inderdaad. Dat is een beetje die jongens. Marco Spruit-Bleker. Die speelde vaak in de tweede elftal. Ja, allemaal gezellige mannen. Komen die nog op de club? Aantal wel. Absoluut. Zeker. Zijn ook betrokken. Hè. Hebben ook kinderen cricketen. Helpen in sponsorcommissie, jeugdcommissie. Dat zijn allemaal jongens die echt nog wel actief zijn. Ja. Dus die zie je nog regelmatig. Zeker. Goed schot, Julien de Meij. Snel op de mark. Meestal start hij langzaam, maar in dit geval vrij snel dat hij de 1 pakt op de bodem van Ingram. Als het goed is, heeft hij nog na deze nog 2 overs. Nelson on the board. Dus dat is de stand waarop er een wicket kan vallen. Navjeet staat er nog steeds met 20 runs. De wickets zijn HBS kant. Reece Mason, eerste over uit. Tobias Verzee, gevangen op square leg. Reece Mason in de covers. Tayo Walbrug, prachtige innings, 44. LBW, bodem van Umar Baker. En we zagen kort geleden het wicket vallen van Ryan Klein op de bodem van Ingram. Clean bolt. En dat vierde wicket bracht... Excelsior ook weer terug in de wedstrijd. Want HBS liep vlot weg, zou ik bijna zeggen. Veel singles en mooie boundaries. Maar op dit moment 112 voor 4 in de 15e over. En we spelen vandaag 25 overs.
Ik krijg net te horen dat dat cafeetje waar Edwin het over had, heette The Junk. Bijna. The Junk? The Junk. En als je eruit kwam, dan en dat, Junkie. En dat drankje, dat is Vlaardingsbocht, wordt er gezegd. Dat wordt bij Haring gedronken, inderdaad. Wordt bij Haring gedronken, ja. Ja, dat is het. Ja. Ja. Zeg Luc, ik heb ook nog wel een kijkersvraag, maar dat is mijn eigen kijkersvraag, zou ik bijna zeggen. Kijk, je hebt een HBS, of je hebt drie verenigingen in Den Haag. Ja. Kwik, HBS, HCC, hè? En dan natuurlijk VCC Voorburg. Ja. Dat kent een lange historie. Jullie zijn ook, die hadden vorig jaar het jubileum, het jaar ervoor. Nee, vorig jaar natuurlijk 100 jaar bestaan, wat volledig in het water is gevallen. Ja. HBS is van diep in zijn identiteit een ambtenaarvereniging. Ja. Was je ouder vroeger, had hij een eigen zaak of was hij ondernemer, dan kon je geen lid worden van HBS. Dan moest je naar Kwik. Dat is echt de ondernemers en dergelijke zaten bij Kwik. Dat kan je bijna niet meer voorstellen tegenwoordig. En ja, had je dubbele voornaam, achternaam, dan werd je lid van HCC. Maar HBS is echt van origine een ambtenaarvereniging. Ja. Weinig risico zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Beetje sober. Ja. Beetje middenmotor, zeg maar. Dat is een beetje. Wat is jullie diepere... Nou ja, je moet vooral katholiek zijn, Rijn. Oh. Wij zijn natuurlijk een RK-vereniging. Ja, dat zou je niet meer zeggen. Ja, zeker niet na al die wedstrijden die we tegen elkaar gespeeld hebben. En wat op het veld gezegd werd. Als achtergrond Schiedam natuurlijk. Ja. Maar wij, echt een katholieke vereniging. RKSV Excelsior 20. Dus dat is eigenlijk de achtergrond. En ik weet nog dat mijn opa, die moesten verzamelen bij de kerk. En dan gingen ze eerst kregen ze een dienst, 's ochtends. En dan gingen ze wedstrijd spelen. Ja. Dus, Maar er werd wel gespeeld op zondag. Ja, werd wel gespeeld. Ja. De oude coach. Ja. Hey, nee, dus, en wat is dan meer kenmerk? Nou, kenmerk is nu veel mensen uit onderwijs vooral. Lijkt het wel. Onderwijs, veel onderwijsmensen. Ja, veel onderwijsmensen. Ja. Nee, maar echt de arbeidersclub natuurlijk altijd geweest ook. En, is dat Schiedamse haven daar ook nog? Ja, ook. De haven is natuurlijk de stokerijen. Ja. Nee? Dat is echt Schiedams. Kijk, in Hermes was er is altijd een eeuwige rivaliteit tussen Excelsior en Hermes geweest. Dat waren wel echt grote wedstrijden. Ja. Jammer dat Hermes niet meer in de hoogste, in de topklasse speelt. Nee. En wat was daar de achtergrond dan van, Hermes, in Sportpark Haarga? Ander geloofsrichting? Ja, toch, nee, geen geloof, hè. Geen maar geloof. Toch wat, wat elitair misschien. Ja. Hè? En zo was die verdeling wel. Ja. Maar die wedstrijd op het veld tegen Hermes, ja, dat waren wel echte derbies hoor. Jeetje, daar ging wel. Dat nam heel veel emoties mee. Zeker in het begin, toen het allemaal nieuw was. Toen ik zelfs je pas in de hoofdafdeling kwam. Ja. En ook de jaren daarna zijn daar echt wel wedstrijden met heel veel strijd gespeeld. En nogmaals met veel emoties. Wat de afgelopen jaren wel weer minder is geworden. Ja. Maar er kwam echt wel 1000 man publiek op af bij die wedstrijden. Ja, dat is niet normaal. Nee. Niet normaal. Nee. HBS staat 116-4 in de 16e over. En we hebben vandaag de camerapositie iets veranderd ten opzichte van de week. Hij is echt vol de lucht in gegaan, dus we hopen dat u het ook thuis goed kunt zien. Het is heerlijk zonnig. En dat is goed. Het veld droogt snel op. Ook dat komt het cricket alleen maar ten goede. En Ingram blijft doorgaan met bowlen vanaf de bosjes van Peckzijde. Links over het wicket. En Julian de Meij slaat hem wijd van middenaf buiten bereik van de fielder. In totaal op 118. 25 overspelen we vandaag, hè Robert? Dat is toch wel mooi dat we er een potje in kunnen krijgen. Want er zijn een aantal, zijn we het enige potje wat vandaag... Ik heb hier TK cricket. Heel goed. Even bij de hand. Dan even kijken wat de andere clubs doen. VCC is 126 voor 9. Na 30 gemaakt. Dus Punjab serieuze kans om dat te chasen. Oké. Sparta weer moeilijk. 79 voor 8. Gaan ze niet redden tegen HCC? Die hebben niet zo'n beste start van het jaar. Die verliezen heel snel. Die leunen nu wel heel erg op Bukhari en Tar. En, ACC ook moeilijk tegen Vera, 106 voor 7. Luc, jij bent een kenner. We zitten in de 16e over. Er valt net een wicket. Dit was een ambitieus schot. Ja. Ik weet niet of je het ziet. Een geforceerde sweep op toch een van je betere bowlers. Ja, probeer met spin mee te slaan. Ja. Begrijp ik nog wel. Ja, nou ja. Weet je.
Dit lijkt toch, dit lijkt was dit, dit was een kans geweest. Ja. Laatste vier overs knallen. Ja, hij heeft nog even. Hij moet nog even geduld hebben. Even geduld hebben. Gezonde rivaliteit. Ook de wedstrijd tegen het meidenteam van Excelsior. Het zijn altijd leuke potjes. Ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Ja. Ja, die meiden zijn inmiddels wel groter geworden. Dus het is een damesteam inmiddels geworden. Ja, ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ze meedoen. Volgens mij als roze shirts en een paars. Ja. Nee, maar ik ben super blij mee. Dat, we zijn een paar jaar geleden mee gestart met meidencricket. En dat voegt zoveel sfeer toe aan je afdeling. En het is allemaal leuke meiden. En ook nooit te broed om even te helpen wanneer het nodig is. Weet je, dus dat... Ja, jullie hebben natuurlijk wel, dat is overigens denk ik bij de meeste verenigingen, dat zo'n club altijd op 25 tot 30 mensen draait. Ja. Maar jullie hebben ook zo'n trouwe scharen die dat wicket verzorgen. Ja, zeker. De lunches verzorgen, zorgen voor gezelligheid in muziek. Ja, en hoe frustrerend is het voor een groundstaff de afgelopen weken geweest met al dat water op je veld. Ja. Hoe ligt jullie pitch? Ligt die hoger? De pitch ligt wel wat hoger gelukkig. Maar we hebben problemen gehad met de drainage de afgelopen weken. De sloten stonden heel hoog. Dus dat betekent dat het water niet werd afgevoerd. Waardoor we gewoon na iedere bui staan een grote plas op het veld. En ik begreep dat afgelopen week dat ze gelukkig aan het pompen zijn gegaan. Want dat water dat moet er gewoon af. En die groundstaff, die zijn dag en nacht bezig om die square droog te houden. Ja. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor die mannen. Ja. En met alle respect voor jullie, je kan hier natuurlijk wel lekker altijd spelen. Ja, dat het is een kwestie van met de buien die vandaag zijn gevallen. Als het gewoon grasveld geweest, hadden we dat niet gered. Ja. Nee, maar je legt een matje even over de pits en je kan spelen. Ja. En terwijl je bij ons ben je dag en nacht bezig om af te dekken en te drogen en te rollen. En alles wat er kon kijken voor een square. Dat was dus van de week met die storm. Hè? Onze covers zijn niet zo breed. Dan slaat het alsnog onder de covers door. Dat is bijna niet tegenop af te dekken. Nee. Tenzij een joekel van een ding hebt. Nee. HBS 120 voor 4. Julien en mij op 7. Slaat vrij hard. Je zag net het tempo lag hoog tussen het pakken van de eentjes in de vorige partnerships die we zagen. Kijken of deze twee batsmen dat ook weer kunnen oppakken. De andere kant is nog steeds Nautiet. 23 not out. In de 18e over. En Omar Bekerbolt van de Sportlaanzijde. Luc, ik kreeg net nog even... zoals wij het erover hebben, komt er toch bij sommige oud-spelers wat dingen naar boven. Marco Verzeel zei... dat is een mooi schot vanaf die te curve zien, maar eigenlijk buitengewoon eenvoudig gefield daar van Team Edman. Marco zei, Luc heeft mij altijd verrot geslagen. Hij gaf mij de eerste twee overs nog wel eens een kans en daarna, die misten wij standaard en daarna was de veer los, omschreef hij het. Prima 1 van HBS hier. Dus je hebt wel wat teweeg gebracht met de nodige spelers van ons. Nou ja, dan kan ik me ook nog een potje herinneren. Wie was jullie nummer 11? Hennekes, hoe heette die? Jorg Henneke. Die op de wedstrijd keer... voor 6 sloeg? Ja, het zou maar kunnen, Rijn. Laatste bal van de wedstrijd. Ook zo'n wedstrijd waarin... wij hadden die wedstrijd volledig in de tang. Berend nog jong overigens, maar wel met de nodige pace op de batsman nummer 11. Waarvan jullie eigenlijk zeiden, die kan er niet zoveel van. Nou, die dag wel. Het was ook wel een juicy half volley die gegooid werd. In plaats van een korte op de nummer 11, zoals we weleens zeiden. En die vloog zo de bossen in. Laatste bal. Weet je dat ik altijd heel, heel slechte beelden kan terughalen van wedstrijden? Jacob Jan kan dat bijvoorbeeld heel goed. Die kan bijna bal voor bal gedetailleerd terughalen. Ja, Jacob Jan en Steven van Dijk die hebben echt nog de kleinste details letterlijk. Dat vind ik altijd zo knap. Maar misschien komt dat omdat je op dat moment zo in die wedstrijd zit. Heel veel dingen weet ik gewoon echt niet meer. Nee, het kan ook nog wel zijn. Wel op hoofdlijn, maar niet heel gedetailleerd. Nee. Ja, misschien is het er wel vaak over gegaan. Waardoor je het onthouden hebt, om het zo maar te zeggen. We hebben een bowlingschange. Rens gaat bowlen. Zou Lorenzo klaar zijn? Geen 5 overs bolt. Nee. We hebben een hoop bolus momenteel. Ja. Dus dat zo werkt het nou eenmaal. Ja. Misschien wil hij met Lorenzo eindigen. Ik weet niet of Lorenzo nog overs heeft. Ja, de scorekaart bij dan. We gaan even kijken. We zoeken het op. Heeft hij zijn 5 gehad? Het is natuurlijk 5 overs per bolen. Ik denk het wel. Ik ga even snel kijken.
De grens begint meestal met een waait. Ik ben benieuwd of hij dat nu ook meestal wel. Sjoerd Wurman had dat. Hij vindt het niet leuk dat ik dit zeg, denk ik. Ik heb dat ook best gewoon tegen de umpire gezegd. Geef maar vast aan. Oeh. Hij geeft hem alleen niet. Nou, hij raakte hem. Hij raakte iets. Oh, hij raakte wel. Ja. Even maar kijken. Je had de waard mogen leggen, inderdaad. Tom Hegeman, 2 voor 39 in 5. Lawrence, 1 voor 21. Dus die heeft nog 1 te gaan in 4 overs. Lorenz heeft nog 1 over. Ja. Die zal de laatste over. 0 voor 23 in 2. Ja. Omar Beker, 1 voor 22 en 5. Dus Oemar is klaar. Oemar is ook klaar. Oemar ook klaar. Oké. Okay. Stubbs is 0 voor 17 in 2. 2, oké. Okay. Goed schot, zeg. Goed schot ook. Heel goed schot. Dat is 4. Nu hoef je niet te lopen. Sterke baan. Juni naar mij. Die heeft zich vorig jaar... Heel goed schot, dit. 6. Vorig jaar aan het einde van het seizoen... Eigenlijk 2 keer was hij de ankerman van HBS. Okay. Hij bette door de innings heen. En dat deed hij fantastisch. Ja. En dat is... Nou, ik kan van leercurve wel een hele belangrijke geweest. Gewoon 2 grote innings van 80 minuten gemaakt. Maar goed, hij zit natuurlijk ook bij de KCB. Hè? Dus die jongen die heeft gewoon heel het jaar door kunnen spelen en trainen. Ja, dan gaat het hard natuurlijk. Ja. Als je die kansen krijgt. Ja. Ja. Die hebben wat tripjes achter de rug. Ja, nou ja, natuurlijk nu wat minder door corona. Maar door... Ja. Hoebold. Beter. Een redelijk wilde haal. Een roel zit erachter. Van de square leg boundary af. Nog 7 overs. 7 keer 10, Rijn. Wat denk jij? 200. Nog steeds haalbaar, hoor. Nee. Hm? Nee, denk jij niet? Nee. Ik weet, als we dat zouden realiseren, als je nog 70 runs erbij maakt, dan heeft HBS het echt heel knap gedaan. Ja, natuurlijk. Ja. Goed schot. Ja, daarom. Er zijn net al 11 deze over. Backward square vanaf Jeet. Pakte die makkelijk op. Heel makkelijk. Waar Tobias hier gevangen ging, ja. Slaat vanaf Jeet hem er wel uit. Goed schot. Zeker goed schot. Brengt hem op 1300 uit. Nou, zo maak je er wel 200. Ja, zo maak je er wel 200. Maar ja, dan zeggen we altijd, hè, je hebt één zo'n over van 15 of meer nodig. Dan kom je wel in de buurt. Nou, het gaat heel erg om wickets, Luc. Want kijk, dit moet je ook een beetje slim spelen. Dit gaat niet over grote halen met nog 7 overs te gaan. Ja, is uit. Deze moet je dus pakken. Ja, safe pair. Ja, safe pair. Ja, goed zo. Dat is geen, prima. Ik vind het geen makkelijke vang. Jij zei safe hands. Ja, maar het is goede fielder. Ja, hij laat ze niet vallen. Onder. Kijk, en dit vind ik... Dat is geen makkelijke vang inderdaad. Ben ik met je eens. Nee, maar er ging vrij rechte lucht in. En het stond er goed onder. Ja, ik vind het dus niet helemaal nodig. Nee, stom. Net een 6 geslagen. Nee, heel stom. Je hebt nog bijna 7 overs te gaan. Best met nummer 4 en 6. Breng het naar die laatste 3-4 overs en sla er dan nog 30 bij. En er is ook geen bal voor, weet je. Als er nou een bal ervoor is. Maar... Precies. Ik bedoel, je 6 had je al in de pocket. Pak er nog 2 singles bij. 8 erover. Niks aan de hand. Ferdy Fink, de aanvoerder. Ferdy is niet een batsman die het rustig opbouwt. Die zal ook wel stevig zijn. En dit is wel, hoe slim speel je nu? Want jij zei van ja, je kan wel 200 maken. En ergens zegt er iets in mij dat HBS toch te aanvallend in dit stuk van de wedstrijd gaat spelen. Waardoor 105 cent nog wel eens een ambitieuze score kan zijn. Ik wil niet heel negatief zijn, Rijn, maar ik pak even de buienradar erbij. Nou, ik zie het donker worden, Luc. Het wordt daar heel erg donker. Ja. En als je dit ziet op de app. Het zijn grote blauwe pieken. Dan komt er wel heel veel regen aan. Ja. Nou, het was prachtig, maar nu, het was ook net wat windstiller. En in één keer trekt het nu gewoon dicht. Kijk eens. Er is nog... Ja, ik zie het. Ja, nou, dat is een soort hoos. Dus we gaan even kijken of we op tijd zodra ik weer de camera moet laten afdalen. Want die staat op dit moment op 4 meter hoogte ongeveer. Oké. Okay. Dus volgens mij geeft het een prachtig beeld. Maar ja, Luc, misschien. Ja, het is wel flink donkere lucht die deze kant op komt. Maar misschien hebben we mazzel en waait het er net langs. Laten we het hopen. Klein briesje nu wel. Jij bent de kenner hier, dus... Ja. Ja.
Nou, iedereen leeft mee. Het is inmiddels de derde telefoon met blauwe pieken die ik voorbij zie komen over hoe hard het gaat regenen. Misschien dat ik ook nog eens om mijn eigen telefoon bij de buienraad moet kijken om het bevestigd te krijgen. Robert op twee krukken kiest eieren voor zijn geld en gaat vast onderdak zoeken. Code geel ook hier, of niet? Code geel wordt geroepen, ja. Nou, Diederik stuurde er straks een berichtje in de appgroep. Jongens, code geel vanmiddag, maar dat was van Rijkswaterstaat. Dus ik wou nog zeggen, dat geldt alleen voor de weg. Maar ze verwachten straks wat onweersbuien. Code zwart. En in het kader van rivaliteit in het veld zou het zomaar kunnen zijn dat de gezelligheid na afloop vroegtijdig begint vandaag. Ja, 10 minuten, kwartiertje. Stups weer van deze kant. Ja. Heel handig. Ja. Heel handig bowler. Ja. Reden, Luc? Kan je dat? Nee, weet ik niet. Nee, het is niet echt een bowler. Het is niet echt een bowler. Hij keept ook veel in Zuid-Afrika. Oh. Schijnt ook heel goed te kunnen keepen. Oké. Okay. Betten is wel zijn core business. Maar goed, hij wist. Toen hij zei dat hij zou komen, hij wist dat hij niet zou keepen, want we laten Roel. Roel hebben we prima keeper. Ja. Oh, ja, goede één. Goede snelle één. Ja. Ja. Zou voor de keeper moeten zijn in dit geval, maar dat was goed geanticipeerd. Nou ja, soms is er een specifieke reden waarom hij eraan bolt. Je hebt nog wel eens bowlers die standaard round beginnen te bowlen op een linkshandige batsman. Ik heb nooit zo begrepen waarom dat een standaard is. Gisteren hadden we hier op HBS nog even gesprek daarover. Nou, toch voor die LBW, hè? De wedstrijd tussen wat ouderen en de jeugd, waarbij we zeiden, ja. Kans links op LBW is groter. Kans op LBW is groter. Aan de andere kant, als je rechtsover blijft bowlen, bowl je waarschijnlijk voor de linkshandige batsman. Nou, pitch je wel vaak outside leg. Ja, maar dan moet je niet voor de LBW gaan. Nee. Het maakt jou niet zoveel uit wie van welke kant komt. Dit leek op een stumping kans. Ja, een white ball. White ball. Een diepe bal aan de legside. Gebold door Stubbs. Vivian. En Roel mist hem net. Ik vond dat hij een uitstekende vang pakte op Punjab vlak achter het wicket. Ja. Op Rens. Ja, dat is goede vang. Dat is niet makkelijk. Hij heeft, als je het zo hoort, heeft hij zachte handen, zou ik bijna zeggen. Je hoort echt zo plof. Dus dat is goed. Ja. Hij is best lang, hè, voor een keeper. Ja. Vorig jaar geblesseerd geweest, vinger, hè? Ja, hij heeft regelmatig wel blessures gehad. Nou, blessures gehad. In zijn voet, de vingers inderdaad. Ja, zijn voet een keer. Ja. Voet gebroken? Ja, tenen volgens mij. Oh. Nee, hij is hele handige, goede speler. En ik denk in potentie zelfs ook wel iemand die voor eigenlijk voor zelf al in uit zou moeten komen. Of in ieder geval bij daar een selectie zou kunnen zitten. Okay. Maar goed, weet je, het is een beetje pieken en dalen met hem. Maar ik vind hem wel echt goede speler. Er komt ook nog een vraag binnen, maar dat is meer een handigheidje. Luc, als we straks bij jullie spelen en het is prachtig weer, moeten we dan onze eigen partytent meenemen? Want als bij jullie de zon schijnt, dan is er werkelijk geen plek te vinden op het veld waar je de schaduw tegenkomt. Nee, is niet waar. We hebben hoge bomen. Ik kan makkelijk onder de schaduw zitten. Nou, we hebben het. Als het bij jullie de zon schijnt, is het wel. Je smeer je goed in. Ja, laten we blij zijn met een beetje zon. Nee, helemaal waar. Maar er zijn ook wel mensen. Ik kan me nog herinneren dat er echt. Ik langs het veld zat en iedereen ongeveer, wat was dat, 2 jaar geleden. Echt snik en snik heet. Ik weet niet of het de T20 wedstrijd was. Het kan lekker warm zijn. Bolt. Nou, hit uit. Dit is geen goede run op de beste fielder van Point. Eén stump op te raken. Nou ja, één stump om te raken, weet je. Je kan het risico nemen. Je kan het risico nemen, maar dit is wat ik zei. Dus het staat 137 voor 5. Ja. We zitten in de 20ste over. Moet je dit risico nu nemen? Ja, hij wil heel graag aan strijk, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Volgens mij is de volgende batsman voor HBS is Stefan Fink. Adil zal nog komen en daarna komt Stef Fink. En die heeft een nieuwe aankoop gedaan, dus misschien gaan we dat nog zien straks.
Catch it? Nee. Dit is een goed schot. Goed schot, slechte bal. Slechte bal van Rens, inderdaad. 4 runs. Brengt het totaal op 142 voor 5. Nou kan ik me herinneren, Luc, want ik zat op Punjab te luisteren. En volgens mij had jij niet door dat de microfoon aan stond. Ja, dus, wel, wist ik wel. Ik deed wat mensen de groeten volgens mij. Je gaf daar wat aanwijzingen. Ik deed mensen de groeten, of niet? Ja, nee, ik deed mensen de groeten. Ja, maar het was een want ik dacht, geef je nou commentaar of ben je nee, nou... Nee, nee, nee. Dat was wel grappig, was, je moedigde het team aan. Ja, oké, okay, ja. Nee. Sketch. Oh. Eigenlijk een goede schoot, hoor. Die ideale plek voor... Field het, zeg. Uitstekend heel goed gefield van Tim Edman. Met zijn linkerhand houdt hij hem net binnen. Hij moest een flinke afstand overbruggen. Maar deed dat eigenlijk betrekkingvaardig. En het valt me op. Excelsior gooit gewoon knettergoed terug naar de wicketkeeper of de bowler. Ja, Tim die hoeft niet zetten, of ja. nauwelijks... Sorry, die hoeft niet of nauwelijks een pas te verzetten. En dat is ook weer het verzorgde spel van Excelsior vandaag. Single. Ja, en... Tim Edman staat al een hele tijd eigenlijk daar aan de bouw. Die is niet zoveel in de cirkel geweest. Dus die staat in zijn eentje. Maar hij blijft er scherp bij. Dat is gewoon uitstekend gefield net. We zien nog kleine plekjes blauwe lucht. Maar dat is eigenlijk hetgeen wat we al gehad hebben. En voor de rest is het grijzig. Iets minder donker dan daarnet. Rens van Troost bolt nog. De 20ste over. Weer een 1. Verdi Fink. Jullie in mei inmiddels op 21 not out. En Verdi 3 not out. Laatste batsman uit Navjeet. Die de over begon met een prachtige 6. En eigenlijk een beetje onnodig daarna de boel weer forceerde. Met een enorme skyer die knap gevangen werd door Shankar Point. Kwam die makkelijk onder. Jij zei, Luc, die heeft 7 handen. Dat bleek zo, maar ik vond hem toch knap recht de lucht in gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Goeie bal van Rens. Komt goed terug deze over. Nog 5 overs. Ja. 5 keer 10, Rijn. Toch je 200. Nee, gaan we niet. Ik ben niet zo ambitieus. Ik blijf. Want ik denk dat er nog gewoon nog 3 wickets vallen. En dan. Dan scoor je er maximaal 7 per over in die laatste 4 overs. 180 is een mooie score, Luc van HBS, denk ik. 180? Nou, misschien... Robert zit er nog steeds. Die was van plan te vertrekken, maar ja, of hij vindt het gewoon te gezellig en blijft hier gewoon zitten. Laten we hopen dat die regen valt tijdens de wissel. 10 minuten en dan kunnen we weer verder. Nou ja, dat. Huh? Ja. Rob, is dat gips waterdicht? Het is niet waterdicht. Heb je vanmorgen met een... Een run-out kans. Ja. Dit was een run-out kans. Verdi zei ja en Julian bleef eigenlijk naar de bal kijken in plaats van dat hij gewoon hard naar de overkant holde. En dat moet je soms niet doen. Je moet vertrouwen op je collega als hij je oproept voor een single. Want anders krijg je 2 kapiteins op 1 schip en gaan zich allebei eigenlijk bemoeien met het besluit. Het gaat ook over vertrouwen dat Verdi in dit geval gewoon ervan uitgaat. Inmiddels is misschien wel een snelle, maar wel een makkelijke 1 zou kunnen zijn. Het is trouwens weer... Powerplay, dus ze mogen nu 5 fielders buiten de ring hebben. Okay. De laatste 5 overs. Okay. Ja. Dit was een wilde haal die met enig geluk ongeveer bij Fine Leg uitkomt op het bowlen van Stubbs. En Rens moet een meter of 40 overbruggen om daar te komen. Dat deed hij. Hield hem uiteindelijk makkelijk binnen. 2 runs erbij voor Juni de Meij. 149 voor 5 in de 22e over zitten we. Oeh, is close. Ik hoorde 2 tikken. Speelde hij hem nog? Denk jij? Nou, we kunnen helaas geen herhaling kijken, maar... Nee, dat zou je willen, hè? Ik vond het verdacht close. Een goede umpire aan deze kant. Ja. En weer, en je ziet als Vief Julian en mij te hard wil slaan, dat hij toch niet iets langer wacht op de bal. Ommeer? Ja. Robert heeft goede oren. Daar is niks mis mee. Kapotte Achillespees helaas, maar goed, het eerste onweer is gehoord. En in de verre verte, dan praat ik over Kijkduin en misschien wel Schiedam, daar is het goed donker. Ja,
Ja. Bald. En ver. Goeie over. Heeft gewoon eentje pakken. Ja, dat is een prima over van Stubbs. Hey, wij dachten nog 5 overs rijden, maar ik ben bang dat... Er staan nu 21 overs weg. Ja. Nou, als, het zijn nog maar 3 overs na deze. Ja, dus ik zei met mijn 180 is het veel... ja, ja, precies. Er was één over achterstand. Ja, er was één over achterstand op het bord. Ja. We gaan gewoon in de maning gaan. Zo kan je toch een fatsoenlijk commentaar geven. Goeie over dit, zeg. Het is een uitstekende over. Heel goed gebold. Bold, Tris. Hoeveel leden hebben jullie, Luc? Excelsior is de Omni is heeft meer dan 1000 leden. Ja, maar dus dat is wel echt groot. Ja. Cricket zitten we 130 leden, denk ik, ongeveer. Plus minus, 120, 130. En hoeveel senioren teams heb je? We hebben 3 teams op zondag. Ja. 1 Zami team. Ja. Een damesteam. Dus 5 senioren teams. En dan wat jeugd. Ja. En op vrijdagavond hebben we wat mensen die sociaal cricket doen. Oh ja, dus, je de Friday night. Ja, wat jullie Friday night noemen, hebben wij ook vrijdagavond. Heel goed. Mannen van de vrijdagavond heten ze. En die, dat is vooral heel gezellig na afloop. Dus het is niet zo'n grote crickettak, maar heel stabiel gelukkig. Een beetje dezelfde omvang. En, we hebben een wat grotere jeugd dan wij vermoedelijk. En wat minder, we hebben niet zoveel senioren. Iets van 80 jeugd. Veel jeugd. Ja, meer jeugd. Ja, dit is altijd wat streven. Wij zijn natuurlijk iets eerder begonnen met die tippenrun. Ja. Toen deden zelfs jullie nog wel eens mee met onze tippenrun, kan ik me herinneren. Dat de mensen uit Schiedam naar HBS kwamen, mogen we bij jullie meedoen. Maar ik kijk even snel naar de bonuscijfers, Luc. Want Rensbolde 1 voor 20, duur, denk ik. 2 overs en is nu afgezet. Het is uit. Het is uit. Het is de derde bal. Tommy. Derde keer prima. Dat hij recht de lucht in gaat. Tom Hegeman pakt Ferdy Fink. Eerste bal van Gijs Kroeze. Eerste bal van Kroeze. Stubbs 0 voor 26 in 4 overs. De laatste over, zoals Luc al zei, was een uitstekende over. Oemar Beker 1 voor 22. Stubbs heeft nog 1 overs trouwens hierna. En Ingram zou ook nog 1 over kunnen bowlen, want die heeft 1 voor 21 in 4 overs. Tom Hegeman 2 voor 39 in 5. Niels Edman 0 voor 23. Nou, Niels en Rens hebben ongeveer dezelfde cijfers. Het enige verschil is dat Rens er nog een wicket heeft gepakt. We kijken naar het scorebord en daar staat 151 voor 5. We zitten in de 23ste over en 180 begint inmiddels veel te worden. We liepen net een overtje achter waardoor Luc nog ambitieus was en zei nou 200 zou nog in het zicht moeten zijn. Mijn verwachting was iets anders. We zijn toch geneigd op een of andere manier dat HBS wat wickets verliest. Dit was overigens de derde vang die kaarsrecht de lucht in gaat en in de cirkel blijft hangen. Ja. Dat zegt meestal wat over het feit dat je of eigenlijk te laat bent om het schot te spelen. Daar leek het in dit geval over door die rechte lucht in ging. En we zagen twee andere echt top edges van Navjeet en Tobias. Of nee, niet van Tobias. Van Navjeet en Reece Mason, waardoor die bal gewoon rechte lucht in ging. Ik vind het knappe vangen. Nou, deze toch niet. Deze niet, hoop ik. Nee, deze niet. Maar ik moet zeggen, ik keek even naar de handen van Tom Hegelman. Hij zat daar niet helemaal stevig in, terwijl we dat bij die andere twee vangen wel zagen. Ook uit. Dit is bijna uit. En HBS forceert. En Bodo doet gewoon niets anders dan lijn en lengte bolen. En ja, in dit geval sloeg hij hem bijna weer recht in de handen van de midden. Adil Ahmed is inmiddels naar het midden gekomen als batsman nummer 7. En vermoedelijk maakt HBS zijn innings nog wel af en wordt het dan toch tijd voor de covers. En dan hopen we dat we het tweede deel van de wedstrijd er nog in kunnen krijgen. Laten we het hopen. Zou jammer zijn. Een snelle 1. Maar het wordt wel echt zwart nu daar. Ja, het wordt flink donker. Maar ja, daarnet zagen we die donkere lucht ook en trok er toch een beetje op. Okay. Misschien dat het bij Kwik blijft hangen, de ellende. Dat ze zomaar kunnen zijn. Excelsior laat HBS niet weglopen. Dat is inmiddels duidelijk. En dat doen ze onder andere door inmiddels 6 wickets gepakt te hebben. En dat zag er, wat was het Luc, 110, 115 dat HBS er naar een over of 12, 13. Ja, op 10 zaten ze bijna. Lorenzo, kijk. Ja. Oh.
En het was goed field van Ingram. Altijd een genot om Lorenzo te zien fielden. Die jongen is zo snel. En hoe oud is hij? 43? Nee, joh. 42? Nee, ik denk dat hij eind 30 ergens... Iemand zei dat hij al 40 was vandaag. Ja? Hij is eind 30, maar gewoon soepel. Geloof ik hoor. Ja, ik weet het niet zeker hoor. Snel gooiend, ja. Een bolt. Goeie distance. Deze lengte moet je bowlen op deze pit. Ja. Hoe oud is deze bowler, Luc? Gijs zal, Bart zal ongetwijfeld corrigeren zometeen. Ik schat hem mid-20, 3,24. Wat de meeste jongens van ons wel zijn, hè? Die leeftijdscategorie. Gijs, Roel, ja. Rens, Tim. Allemaal jongens die die kunnen nog heel lang mee, joh. Dus dat is goud. 15 jaar vooruit. En dan staan er ook nog een paar op de deur te kloppen. Ja en dan Niels is weer jonger. Dus... Hoeveel linkshandig, Ingram linkshandig. Ja. Niels Edman linkshandig. Roel. Gooit hij rechts? Niels. Gooit hij rechts? Nee, bolt links. Bolt links, bed rechts. Ja. Roel is links. Roel is links. Gooit hij ook links? Of, ik weet niet, dat is de keeper. Ik zie hem nooit gooien. Shankar links, Ingram links. Creativiteit en creatieve mensen. Ja. Even kijken. Gijs Kroeze. 1-4 volgens mij. In die ene over. Hij lost de Rens van Troostijs. En deed dat eigenlijk uitstekend. Wordt ingebracht toch aan het einde van de innings van HBS. Krijgt de bal. Bolt goede lijn en lengte. Is niet zo groot voor stuk. Maar bolt gewoon goede lijn en lengte. En krijgt gewoon weinig runs tegen. Het is echt goed gebold. Ja, het is heel erg teruggebracht dit. Stubbs voor zijn laatste over. En ook de laatste over van deze kant. Dit zouden er wel eens 2 runs kunnen zijn. Adil Ahmed maakt iets wat ruimte. Moet bijna afremmen bij het keerpunt. Dat is wel, als het wat vochtiger nog een beetje is, kan je beter een beetje op de pitch runnen. Mag wel niet, maar dat helpt wel. Weer 2. 3 runs. Jeetje, er moet wel 2 zijn dit, hè? Dit zouden er 2 moeten zijn, maar ook hier... Het keerpunt bleek toch wat verder weg voor de batsman dan die dacht. En daardoor geen 2 runs. Brengt Julien de Meij aan bed. Die staat op 2600. HBS in de 24e over op 158 voor 6. En dit is de bekende... Reverse sweep die hij af en toe... Speelt hij die goed? Nee. Anders begrijp ik hier helemaal niks van. Nee, probeer die bal gewoon hier heel hard recht vooruit over de screen te slaan. Vorig jaar maakte hij er 80. Toen deed hij dat ook in één keer. Ik zei, waarom doe je dat? En hij zei, ja. Ik zeg maar, er staan 5 fielders aan de offside. Goed gebold, Stubbs. Dus dit is, het is een schot wat niet kan. Er stonden mensen ter verdediging en precies. In de juiste posities... Terwijl de 4 man aan de leg-side staan. Dus het zijn nog een paar ballen. Probeer hem dan hier over de screen te beuken. Ja, dit. En dit is precies wat Adil nu doet. Recht terug, wellicht een beetje in de V. Viel dit weer goed gefield van Tim Edman. Ja, heel goed gedaan. Heel goed. Sterker nog, goed samenspel. En ook weer goed ingegooid. Ik ben het helemaal met je eens, Luc. Speel die bal ook op HBS. En bij u zou dat net zo zijn. De ruimte ligt toch echt voor het wicket. Ja, tenzij het heel goed kan spelen, weet je, als het een zekerheid maar is. Dan maar dan nog, er staan 5 mensen aan de offside. Dus waarom zou je die bal, die eigenlijk op Lexton pitch, naar de offside willen spelen? Dat is omdat je van tevoren bedacht hebt dat je dat wil doen. Ja. Maar niet omdat je nagedacht hebt of dat nou handig is. Het was een gek boogje van Adil, maar niemand aan de Lexside met de uitzondering van Ingram op... Nog 1 over. Graden. Luc, wij zeiden gisteren of eergisteren, zeiden we zien toch ook wel eens bijzondere velden dat er een mid-on, een square leg boundary, een mid-on boundary en een cow corner boundary staat en er bijna niemand in de cirkel aan de leg staat. Dat kenden wij toen. Dat was eigenlijk, dat deed je niet, zou ik bijna zeggen. Dat is wel nieuw, hè? Ja, dat is wel nieuw. Ja. Maar goed, de jongens zijn fit. Ja, boundary tegenhouden en een tweetje tegenhouden. Ja.
Ja. Mooi om te zien is dat. We gaan naar de laatste over op 162. Nou, 180 is een ambitieuze score. 175 heb ik bij de start van de wedstrijd gezegd. Taco dacht nog 150. Luc vonden ze dan nog eventjes dat we naar de 200 zouden gaan. Flinke dreun van Adil, maar hij komt eigenlijk net buiten de cirkel. Dus het zag er groter uit dan waar de bal uiteindelijk eindigt. Overigens weer een prima bal. 163 voor 6. Laatste over. Nou, heel knap teruggebracht van Excelsior, hè? Ja, en wat ik bij de start van de eerste was je er nog niet. Taco vroeg ook, wat maakt Excelsior zo goed? Ja, jullie doen je basisdingen gewoon goed. Heel stabiel. Geen fout in het veld. Er wordt gewoon uitstekend gefield. Eén vangetje gekregen. Dan gaan we weer. En dit is gewoon... Echt? Ja, nou ja. Ja. Wat moeten we ervan vinden, Rijn? Ja. Jullie naar mij gevangen... Het zag er leuk uit, maar het levert er geen drol op, om het zo maar te zeggen. We hadden het de vorige over al over. Als je je meeste runs tot nu toe voor het wicket hebt geslagen... Hij had een paar onwijs mooie cover drives. Prachtig geslagen, ja. Door de covers heen. Ja. Wat maakte dat je hier je bounty probeert te zoeken? En volgens mij, Niels Edman stond hier op short fine leg. En die pakt het pisboogje gewoon makkelijk op, om het zo maar te zeggen. Maar misschien zijn wij ook wel een beetje old school, hè? Misschien is dat het wel. Ja, oh, vast. Oh, ik, helemaal zeker. Alleen, Luc, daar zeg ik heel, even heel eerlijk en kritisch bij. Jij zei terecht, je moet dat schot heel erg beheersen. En als je een schot, zoals je dat al een aantal keer voor het wicket prima deed, met een pace bowler die niet extreme snelheid heeft, speel hem voor het wicket. Ja. Blijf binnen je kracht. Benno Boddendijk aan bed. Niet vol geraakt. Eindigt bij de middenom. En ik moet zeggen, Luc, dit zijn twee uitstekende overs van Gijs. En ja, goed. En Stubbs, ja, die ook nog goed bolde. Ja. En dat betekent gewoon dat in de laatste vier overs HBS weinig runs maakt. En niet het totaal van 180 bereikt. Ik denk 170 al een prachtige. Wat overigens helemaal geen gekke score is, 170 in 25 overs. Oh, weer recht omhoog. Weer recht omhoog, maar dit is safe. Ja, safe. Oh, Renoir. Nee. Nee. Goed gefield weer, Excelsior. Goed gefield. En Adil stond bij de non-strijkzend en wilde het een tweetje lopen. Maar ik denk een wijselijk besluit. Want de bal werd heel snel ingegooid richting Roelvenhagen achter het wicket. En Benno was net op tijd binnen. De lucht is donker. De temperatuur daalt ook flink. Ja. We voelen nog steeds geen druppels. En Robert van Oostrom zit hier ook nog steeds. Catch him. Prima. Oh, goed zeg. Kijk, Gijs, echt goede overs van Gijs. Dit zijn uitstekende overs van Gijs. En ik zei, HBS verliest gewoon een aantal wickets. Ja. Want dit is en niet ons spel. En ik vind gewoon dat er een aantal schoten zijn gespeeld. En ja, misschien zijn we old school, maar gewoon niet zo goed. Nou, daar komt Stef Vinks. Ik zei al, hij heeft een nieuwe aanschaf. Het onweert in de verte. Het onweert in de verte. Dus wij gaan ze dadelijk ook... rennen naar binnen. Rennen ze ook naar binnen. We hebben al niet zoveel haar meer. We hebben al niet... Nee, ook dat. Maar gips is een goede geleider. Dus we blijven daar bij de buurt. Rond in de buurt. maar het wordt inderdaad goed donker. Dus vermoedelijk zal HBS de innings afspelen. En dan is het hollen voor de fielders om de covers erop te leggen. Stef Vink aan bed. Nummer 10. HBS 164 voor 8. En inderdaad, Gijs Kroesebot. Gewoon een uitstekende laatste twee overs van de Bosjes van Pekzijde. En dat is gewoon samen met Stubbs zorgt ervoor dat HBS niet wegloopt. Vangen worden gepakt. Tot hoe laat kunnen we spelen, Rijn? Weet jij nog een wicket. Goed zeg, hij. Stef, op de laatste bal probeerde nog wat. Maar speelde hem eigenlijk gewoon kaarsrecht terug richting de bolen. Adil wilde voor een 1 gaan en runde zichzelf uit. Gijs Kroes heeft een... Uitstekend spel. Run-out op de laatste bal. En twee wickets volgens mij deze over. Want we hebben nog wat regentijd. We hebben nog wat regentijd. Ik neem even snel de cijfers door en dan komen we op de regentijd. Ja. Tom Hegeman, 2 voor 39 in 5. Ingram, 1 voor 21 in 4. Niels had niet zijn beste dag. 0 voor 23 in 2. Was een beetje zoekende naar zijn lengte.
Umar Beker, twee korte spellen gehad. 1 voor 22 in 5, uitstekend gebold. Stubbs, 0 voor 32 in 5. Toch iets duurder dan ik dacht. Ja, toch iets duurder. Ja. Maar zijn slotovers waren goed. In het begin was het duur. Ja. Rens Bolden van de Boys van Peck zeiden 1, pakte een belangrijk wicket. Maar uiteindelijk 1 voor 20, ook iets wat duur. Samen met Niels hebben ze vandaag wat te bespreken. En Gijs Kroeze nam het over van Rens en Bold. 2 voor, volgens mij, 8 in 2 overs. Heel knap. En dat in de slotovers. Dat is gewoon knettergoed. Heel knap. HBS maakt zich al snel weer op voor de tweede innings, hoe donker het ook is. Ze zijn bezig aan het ingooien. Maar het ging even over de regentijd, daar ben ik nu wel benieuwd naar. Ja. Is het 8 uur of zo? Is het eindtijd 8 uur en dan moet je 20 overs, 4 minuten over en over. Dan is het uiterlijk 6:30? Uiterlijk 6:30 beginnen. Het wordt weer een latertje. En zelfs... Dus we zouden nog iets van 3 kwartier regentijd hebben. Ja, dat zou kunnen. Ik neem u ook nog even mee naar de andere standen in de topklasse. De enige klasse waar op dit moment gespeeld wordt. HCC Sparta. Sparta 116-0 uit. En HCC staat daar 25-0. Tony Staal heeft er al 18, zie ik. En ik kijk even wie daar mooie bowlingcijfers had bij HCC. En dat was rijkelijk verdeeld. Clayton Floyd 2 wickets. Reinier Bijloos toch ook al in de 40 2 wickets. Olly Kluis in zijn 100ste wedstrijd 2 wickets. Nou, dat is een mooi cadeautje aan jezelf. En Overdijk en Crawley en Venter allebei 1 wicket. Dus dat was mooi verdeeld. Blijkbaar waren alle bowlers onbespeelbaar bij HCC. Punjab VCC. VCC 126-9, Luc. 30 overs. En Punjab staat 31-3. Meiburg uit. Meiburg al uit, oké. Okay. En 2 keer Zoevekar uit. Ja, VCC heeft wel een hele goede aanval. Er staat nog wel een Zoevekar in. Ja, VCC heeft wel een hele goede aanval, hè. Dus, ja, Kingma doet weer mee, 2-12. En Amat 1-17. Kingma is in vorm, hè. Knap, die deed hoor. De vorige wedstrijd niet mee. Maar 126 is niet zoveel. En ook VCC had wel moeite om off de markt te komen. Lotus van Beek weer in de tweede helft van de innings. En andere Nederlands elftal speler Brazovin. 28 en 25 maakten zij respectievelijk. En wat werd er nog meer gespeeld, Luc? ACC VRA. Ja, ACC dochtie, 118. Voor 7 en Vera 61-1. Ik weet niet of Pieter Born opent. Dan is het meestal. Nee, Ben Cooper staat op 51 na 28 ballen. En zijn partner aan de overkant, Vikram Singh, ook Nederlands elftal, die heeft nog wat moeite om los te komen dit seizoen. 23 ballen, 9 runs. En Ben Cooper staat nu in met Bal Birney, die Ierse jonge broertje van de Ierse International. Vorige keer maakte hij 99 en nu. 0 tot uit. En de innings van ACC had iedereen wel wat runs. En ook hier waren de wickets mooi verdeeld over bijna alle bowlers. We gaan er nog steeds vanuit, maar het is rijkelijk donker. De laatste wedstrijd trouwens die gespeeld is, of die bezig is, VOC. Ondanks het slechte weer proberen we toch overal een wedstrijd van te maken. 169-3 in 22 overs VOC. En Max O'Dowd doet het weer. 131 in 84 ballen. De man in vorm. En de andere batsman sprokkelde daar nog wat bij. Het rommelt op de achtergrond. Ja, ik voel het druppels nu. En we voelen nu de eerste druppels. Dus ik denk dat we naar binnen moeten gaan rennen, Rijn. En hopen dat we nog wat cricket te zien gaan krijgen. Want, dat gaan we doen. Luc, wij gaan even, even wat drinken. Drankje doen. Ja, wat drankje goed plan. Doen. Hoe heet dat? Dat pekel. Nog pekel, wat. Schel. Ja. Weet ik het. Vis, pekel, drankje, dat gaan we niet doen. Wij gaan even naar binnen en we zijn straks weer bij je terug als het goed is. Nou, ik denk het niet. Thanks, Luc. Ik zag die auto bed.